Het is niet wenselijk, het referendum, omdat het logisch is om geen referendum te houden over het referendum. En waarom is het logisch om geen referendum te houden over het referendum? Omdat de regering dat wenst. Maar met alle respect, voorzitter, dat is geen redenering. Dat is een cirkelredenering. Dat is onzin. En ik weet ook wel, de minister staat hier niet voor haar, zit hier niet voor haar plezier. Ze moet een karweitje opknappen dat Mark Rutte en Alexander Pechtold hebben bedacht. Maar ik vind wel dat de minister dan, ook al is het in commissie, met een verhaal moet komen. En het verhaal van vorige week is een cirkelredenering. Die klopt niet, dus ik vraag de minister om opnieuw te beginnen. En wat ik ook vraag is excuses, want wij hebben vorige week een extra voorlichting gevraagd van de Raad van State. Daar hebben we lang op moeten wachten. Vrijdag kwam het niet, in het weekend kwam het niet, maandag kwam het niet, vandaag kwam het eigenlijk ook niet. Tot ik hoorde dat journalisten het wel hadden in vanmiddag. En ik liep vervolgens naar de voorzitter van de VVD. En pas toen ik zei dat journalisten het hadden, kregen wij het ook kort daarop. En ik wil weten hoe dat kan. Ik weet ook wel, spindokters zijn voortdurend bezig met de media te bewerken. En ik vond het ook wel opmerkelijk om allerlei artikelen te lezen, al op internet, terwijl ik het advies nog niet eens had uit kunnen lezen. Maar ik wil van de minister weten, wiens besluit is dat? Wie besluit er nou op het ministerie om zaken eerder aan de pers te melden dan aan de Kamer? Dan de inhoud van het advies, het nader advies van de Raad van State waar we om hadden gevraagd. Dat is eigenlijk hetzelfde dan het eerdere advies. De Raad van State zegt dat de constructie die is bedacht, de juridische truc die is bedacht om dit referendum niet voor te kunnen leggen aan de bevolking, om het niet referendabel te maken, dat dat in juridische zin effectief is. Met andere woorden, voorzitter, de regering komt ermee weg, volgens de Raad van State. Er zijn overigens heel veel andere staatsrechtgeleerden die zeggen dat het absoluut niet het geval is, dat het juridisch gegoochel is. Hoe verklaart de minister die tegenstelling? En wat ik ook vooral zie is dat de Raad van State de hete aardappel voor zich uitduwt hier in deze Kamer. Door te zeggen dat het toch vooral een politieke vraag is of wij over het referendum een referendum willen. En die vraag ligt nu voor. En er zijn al veel staatsrechtgeleerden geweest, er zijn al veel politicologen geweest die allemaal zeggen, je kunt het niet maken om een democratisch recht af te schaffen zonder dat voor te leggen aan de bevolking. Ook veel D66'ers heb ik het horen zeggen. Grondleggers van D66, zoals Jan Terlouw. Of de jongeren van D66, de jonge democraten. Eigenlijk bijna iedereen buiten deze Kamer vindt het raar, vindt het gek, onlogisch, onfatsoenlijk om een democratisch recht af te schaffen zonder dat mensen daar iets over mogen zeggen. En als iets de tweedeling in dit land laat zien, is het wel het optreden van de regering. En als iets het wantrouwen van mensen in de politiek gaat voeden, is het wel het optreden van deze regering. En daar vraagt deze minister ons een akkoord aan te geven. Nee, natuurlijk niet. De vraag die hier vanavond voor ligt is het referendum, maar ook de vraag van wie is dit land? Van wie is onze democratie? Welke belangen worden hier gediend? Niet die van gewone mensen, niet die van de bevolking. Ik weet niet of we het hier gaan redden. Het zou zomaar kunnen dat met één zetel verschil hier een democratisch recht wordt afgeschaft, waarvan buiten deze Kamer een overgrote meerderheid van de bevolking zegt dat we het willen. Het kan zijn dat hier met één zetelverschil vanavond een referendum over deze intrekkingswet onmogelijk wordt gemaakt, terwijl buiten deze Kamer iedereen dat onfatsoenlijk vindt en in strijd met de democratische beginselen. Maar dat maakt ook helder. En ik hoop dat in de Senaat hier aan de overkant juridische touwtrekkerij, het juridisch gegoochel, wel serieus besproken kan worden. En ik hoop ook heel erg dat mensen hun stem laten horen. En ook op 21 maart gaan zeggen, ik stem niet voor partijen die niet voor onze democratie staan. Niet voor de VVD of zeg maar VV.
Niet voor het CDA of zeg maar CA. Niet voor D66 of zeg maar 66. Maar op partijen die wel respect hebben voor de democratie. En er is nog een referendum. En hoe hard regeringspartijen ook roepen dat u de boom in kunt. Dat u kunt stemmen wat u wilt. Maar dat zij er niks van zullen aantrekken. Laat u dat niet gebeuren. Democratisering begint niet in deze zaal, maar begint hier buiten. Begint niet bij de Kamerleden, maar bij de kiezers. Democratisering begint altijd bij nee zeggen. En mensen kunnen nee zeggen. En die oproep doe ik aan de mensen. Laat u horen. Pik dit niet. Laat dit niet gebeuren. Dank u wel. Voorzitter. Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan de heer Martin Bosma namens de BVV-fractie. Voorzitter, wat een smadelijke, gênante vertoning in de eerste termijn van deze minister. Wat een totale ontluistering. Zo gênant, zo pijnlijk. Je zou verwachten dat het slachten van de enige bestuurlijke vernieuwing sinds Thorbecke 1848 met enig eergevoel en enig decorum gepaard zou gaan. Maar we zien een pijnlijk tafereel van een minister die geen argumenten heeft, geen tekst. Ze zegt dat de wet niet goed functioneert, de wet raadplegend referendum. Dat is de balans na welgeteld één referendum. Het referendum heeft niet aan de verwachting voldaan, zegt ze. En bij wie liggen die verwachtingen dan, vraag ik donderdagavond. Het antwoord van de minister, nou, bij de vier coalitiepartijen hier in de Kamer. Oké. We mogen geen referendum houden over het referendum. Dat is, zegt de minister, inherente logica. Ook weer zonder ook maar de geringste onderbouwing. Ze komt aan met een onderzoek, in wezen een enquête uit 2016 naar het Oekraïne-referendum. Mensen gaven aan dat ze vinden dat de regering moest luisteren naar de uitslag. En daarop zegt de minister, dit toont aan dat dit instrument dus niet goed werkt. Dus als je vindt dat de regering moet luisteren, wordt dat door Ollengren uitgelegd als steun voor een bindend referendum en dus als tegenstand van een raadplegend referendum. Je moet er maar opkomen. En sinds wanneer volgt de regering enquêtes om wetten te beoordelen? Wie dat nationaal kiezersonderzoek nog eens terugleest, ziet dat de burgers zich bij hun stem lieten leiden door de hoofdzaak. Is het goed voor Nederland? Is het goed voor de Oekraïne? Niks geen proteststem, zegt de Radboud Universiteit. Een van de auteurs is nota bene professor Van der Meer, die zich, zie een ingezonden brief van 18 wetenschappers in NRC, waarschuwt voor de gevolgen van het afschaffen van het referendum voor onze democratie. Het is allemaal hapsnap, gauw, gauw. Een burger die een dakkapel wil en wiens aanvraag wordt afgewezen, ontvangt een betere motivatie dan dit flutwetje op een achternamiddag in elkaar geflanst. Vanmiddag kwam de Raad van State nog met een advies. Juridisch effectief noemen ze dat. Ik weet echt niet wat dat betekent. Maar het maakt wel één ding duidelijk, voorzitter, dat dit een politieke kwestie is. Het is dus politiek. Er moet een politieke beslissing genomen worden. En die Raad van State wordt tegengesproken door heel veel staatsrechtgeleerden. Deze minister denkt dat het staatsrecht iets is dat de overheid moet beschermen tegen de burger, in plaats van andersom. Deze Zweedse minister, die haar cursus staatsrecht heeft afgehaald op de IKEA-universiteit, toont net zoveel diepgang als de gebruiksaanwijzing van de billykasten. We lezen alleen maar doelredenaties. Het doel is duidelijk en daar worden wat alinea's tekst bij geproduceerd. Dat heet dan een wet. En ik blijf erbij, de oude wet, de wet raadplegend referendum, is gewoon geldig. De minister moet de wet uitvoeren. Dat is haar grondwettelijke taak. En in die wet staat, gij kunt een referendum aanvragen over elke wet. In wat voor land leven we dat een Kamerlid moet smeken dat een dienaar van de kroon, een minister, de wet moet uitvoeren en de grondwet moet respecteren? Er zijn twee amendementen die door vrijwel wellicht de hele oppositie worden gedragen. Een parlementair unicum. Eén is ingebracht door de Partij van de Staatsrechtelijke Zuiverheid, de SGP. En deze twee amendementen is iets waar de minister niet zomaar overheen kan walsen. Het is ook een signaal voor de Eerste Kamer, die tenslotte graag toeziet op het staatsrecht. Misschien zijn daar nog D66'ers die weten waarom Van Mierlo die partij ook weer is begonnen. D66 is nu de partij die ten strijde trekt tegen de idealen waarvoor het is opgericht. Je verzint het niet. D66 is bij uitstek de partij van de elites van Nederland. Van de hoge ambtenaren, de kunstbobo's, de top van de universiteiten, de technocraten, de consultants en de spreekwoordelijke D66-rechters. En die elites hebben genoeg van het volk.
Ze zien de burgers als domme tokkies, geneigd tot alle kwaad, die, als je niet uitkijkt voor Brexit, Trump en Wilders stemmen, eigenlijk alleen geschikt om belasting te betalen en hun organen af te staan. Deze intrekkingswet is één grote motie van wantrouwen van de elites tegen het volk. D66 werd opgericht om, zoals Van Mierlo het zei, kanalen te graven. De elites graven nu alleen nog maar een slotgracht met een muur waar Trump jaloers op is. En daarachter zitten ze, de boven ons gestelden. Ze noemen zich cosmopolieten, maar vanuit hun penthouse kijken ze als bange provincialen naar beneden. Gisteren had een man 70 jaar moeten worden, professor Fortuyn. Die sprak over de verweesde samenleving en die analyse staat als een huis. De elites leggen ons te vondeling. Ik hoor steeds over verbinding en ik hoor steeds het woord samen. En ik hoorde na de Fortuynrevolutie steeds erover dat er nu echt naar de burgers geluisterd zou gaan worden. In de praktijk betekent het eigenlijk maar één ding, volk zwijgt. Van Mierlo zei, we moeten een revolutie maken voordat die uitbreekt. Een stille revolutie die kanalen graaft van de burgers en hun frustraties naar de centra van de macht. Wie Van Mierlo's stille revolutie niet wil, sluit de ogen voor de kans op een luidruchtige revolutie. Wie een politiek stelsel bouwt van schokbeton, gewapend schokbeton, impliceert dat dynamiet de enige manier is om dingen te veranderen. Hooivorken en guillotines is wel het laatste wat we moeten willen. Maar dat er met vuur wordt gespeeld, dat mogen duidelijk zijn. Voorzitter, de dikke vinger die de minister vandaag aan de burger toont, kan niemand ontgaan. De jonkvrouw kan ongetwijfeld de schouderklopjes in ontvangst nemen in het concertgebouw in de Grachtengordel. Maar de waarschuwing van Van Mierlo over zijn stille revolutie, die waarschuwing blijft staan. Maar het probleem, meneer, dat blijft. Dank u wel. Dank u wel, meneer Bosma. Dan geef ik nu het woord aan de heer Krol namens 50PLUS. Dank u, voorzitter. Het was een enerverende eerste termijn en dat bedoel ik helemaal niet positief. Collega Bosma zei het al, we dragen de directe democratie ten grave en ik ben het met hem eens. Wat een blamage voor onze democratie en voor onze Kamer. Mevrouw de voorzitter, de Eerste Kamer is belangrijk, de Tweede Kamer is belangrijk, maar de Huiskamer is het allerbelangrijkst. En deze minister en de coalitiepartijen zeggen tegen de mensen in de Huiskamer, mond houden. Maar de mensen thuis zijn niet gek. Ze begrijpen drommels goed wat er gebeurt. Ook de D66-stemmers. De peiling van Maurice de Hond van afgelopen zondag zegt veel. D66 verliest weer 2 zetels en neemt de coalitiepartijen mee naar een nieuw dieptepunt van nog maar 61 zetels. De D66-woordvoerder liet tijdens de eerste termijn blijken geen idee te hebben wat ons duale stelsel inhoudt. Hij noemde het regeerakkoord een plan waar dus ook de handtekening van de fractie onder staat. Maar het hele verhaal is gewoon ordinair. Ordinair kiezersbedrog. 180 graden draaien ten opzichte van het verkiezingsprogramma. Is dat de invulling van D66 voor bestuurlijke vernieuwing? Het raadgevend referendum weg, een duaal stelsel weg en ook nog eens ordinair plat, kiezersbedrog. Het spek- en bonengevoel waar ik in de eerste termijn over sprak, is alleen maar toegenomen. Deze hele intrekkingswet was al een smet op onze democratie, maar nu ook op onze positie als wetgever en zelfs op de positie van de Raad van State. Deze minister berokkent schade aan de zorgvuldigheid waarmee we de wetten maken in Nederland. Een kwalijke zaak en dat allemaal omdat deze minister niet het geduld en fatsoen opbrengt om het raadgevend referendum te evalueren en te wachten op het advies van de staatscommissie en om de intrekkingswet referendabel te maken, omdat het kabinet bang is voor het advies van de kiezer. En dan vraag je je toch af, wat zit daarachter? Mijn fractie heeft heel veel achting voor de Raad van State, maar dat neemt niet weg dat we onze taak en onze procedures serieus moeten nemen. Als het advies niet gepubliceerd is, is er een fout gemaakt.
Een fout in de procedure maakt dat het opnieuw moet. En ik wil daarover samen met collega Baudet een motie indienen. De Kamer gehoort de beraadslaging overwegende dat de wetgeving zorgvuldige procedures vereist en dat die procedures zijn vastgelegd en moeten worden nageleefd. Overwegende dat de formele procedure voor de intrekking van de wetraadgevend referendum niet in zijn geheel is doorlopen, specifiek met betrekking tot de vereisten van artikel 26 lid 2, verzoekt de regering het wetsvoorstel intrekkingswet raadgevend referendum in te trekken en opnieuw de procedure te doorlopen en gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval, dan maakt ze deel uit van de beraadslaging. Mevrouw Arissen. Voorzitter, ik wil namens de Partij voor de Dieren graag deze motie mede indienen als dat mogelijk is. Volgaarne. En als er andere collega's zijn van welke partij dan ook. Fantastisch. Nou, kijk eens. De motie wordt gewijzigd en daarna weer rondgedeeld. Gaat u verder. Dank u wel, voorzitter. En u mag echt niet uw afkeuring of goedkeuring laten blijken. Dat zeg ik dan tegen de mensen op de publieke tribune. Gaat u verder. Dank u, voorzitter. Voorzitter, hoezeer wij ook het huidige advies van de Raad van State waarderen, zitten we nog wel met een prangende vraag. Hoe kan je de onafhankelijkheid van de Raad van State tot het uiterste garanderen, zodat ze boven elke twijfel van betrokkenheid staan? Een tegenstrijdig advies roept uiteraard vraagtekens op. En wij benadrukken hier dat we de Raad van State in zijn advies volgen dat een nieuwe wet een oude wet kan vervangen. Dat is tenslotte het hele idee van wetten maken. Je wilt iets op een andere manier gaan regelen. Juridisch kan het dan juist zijn dat de intrekkingswet niet referendabel behoeft te zijn. Maar wat 50PLUS betreft, politiek bestuurlijk zeker niet. Het is onbehoorlijk bestuur om wetten die al referendabel zijn verklaard door dezelfde wetgever en dus niet door een vorige vervolgens niet meer referendabel te verklaren. Het is een overgangsregel waar mijn tante Annie woest van wordt. Terug naar de Raad van State. De onafhankelijke positie moet boven elke twijfel verheven zijn. Maar als je kijkt naar de huidige samenstelling, dan zie je dat tenminste 6 leden een actieve politieke loopbaan achter de rug hebben. 50PLUS vindt dat een politicus die een actieve rol gespeeld heeft, wel aantoonbaar boven de partij politieke belangen moet staan. Het is toch eigenlijk wel het minste. En in de wet op de Raad van State staan al 4 onverenigbaarheden genoemd voor het ambt van vicevoorzitter en lid. En daar zou wat 50PLUS betreft nog 1 regel bij moeten. Lid zijn van de Raad van State is ook niet verenigbaar met partijpolitieke belangen. En ook daarover een motie. De Kamer gehoort de beraadslaging. Overwegende dat de Raad van State een volstrekt onafhankelijke positie ten opzichte van politieke partijbelangen heeft, ten einde onafhankelijk te kunnen adviseren over wetsvoorstellen. Overwegende dat er in de wet op de Raad van State in artikel 5 eerste lid verschillende onverenigbaarheden worden geformuleerd voor het ambt van de vicepresident of lid. Overwegende dat de adviezen van de Raad van State boven elke schijn van mogelijke politieke betrokkenheid moet staan, verzoekt de regering om waarborgen in de wet op te nemen die ertoe strekken dat de vicepresident en leden boven partijpolitieke belangen staat en gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval. Dan maakt ze deel uit van de beraadslaging. Ten slotte de Staatscommissie Bezinning Parlementair Stelsel. Ik wil graag dat we gewoon het geduld en het fatsoen opbrengen dat we op het eindrapport wachten. Desnoods versneld aangeleverd. En daarom mijn derde en laatste motie. De Kamer gehoort de beraadslaging overwegende dat de Staatscommissie Bezinning Parlementair Stelsel de regering gevraagd adviseert over de toekomstbestendigheid van het parlementair stelsel. Overwegende dat in gevolge het instellingsbesluit de Staatscommissie daarbij in overweging neemt dat de Nederlandse burger meer betrokkenheid ambieert bij beleid en politiek.
Overwegende dat de staatscommissie in zijn rapport van 25 oktober het raadgevend referendum expliciet noemt als mogelijke overbrugging van de kloof tussen politiek en burger, verzoekt de regering de intrekking van de wet raadgevend referendum pas weer aan de Kamer te sturen nadat de staatscommissie zijn opdracht heeft afgerond en nadat het parlement over het eindrapport heeft gedebatteerd en gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund, dat is het geval, dan maakt ze deel uit van de beraadslaging. Dan dank ik u. Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Özetok namens GroenLinks. Voorzitter, dit is een teleurstellend debat geweest, omdat de argumenten om de wet raadgevend referendum in te trekken niet overeenkomen met de wens uit de samenleving om juist meer inspraak te krijgen op wetgeving. Ook de procedure om de wet in te trekken verdient op zijn zachtst gezegd geen schoonheidsprijs. Alles moest snel door de Kamer geloodst worden en zelfs de formele procedure om een wet bekend te maken via de staatscourant is hierbij genegeerd, zoals collega Baudet vorige week al terecht opmerkte. Daarnaast wordt in deze wet geregeld dat de intrekkingswet niet referendabel is zonder dat er een gedegen inhoudelijke en procedurele onderbouwing daarvan is. Als zelfs de SGP als grootste tegenstander van het referendum hier uiterst kritisch op is, dan moet de minister zich toch wel extra achter de oren krabben. Is dit niet de weg? Dit is niet de weg om met wetsvoorstellen om te gaan. Ik vraag de minister nogmaals om hierop te reflecteren. Is zij het met de gehele oppositie eens dat hier een loopje wordt genomen met een zorgvuldig wetgevingsproces? Om een retorische vraag te stellen, hoe verwacht zij dat de Eerste Kamer op dit proces zal reageren? En de samenleving? Mensen zien dat een middel waar zij waarde aan hechten hem wordt ontnomen en ook nog eens op een manier die niets met zorgvuldige wetgeving te maken heeft. Verder sluit ik mij volledig aan bij de woorden van de collega Van Raak als het gaat om het informeren van de Kamer. Kennelijk is het belangrijker om journalisten eerder op de hoogte te stellen dan de Kamer. De minister schrijft dat het niet behoort te gebeuren, dat de pers eerder wordt ingelicht. Hoe gaat de minister ervoor zorgen dat dit niet nog een keer gebeurt? Graag een reactie van de minister op dit punt. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Özetok. Dan geef ik nu het woord aan de heer Jetten namens D66. Voorzitter, dank u wel. Ik ben erg verkouden, dus ik zal af en toe een slokje water moeten nemen. Voorzitter, ik dank de Raad van State voor het op zo'n korte termijn sturen van voorlichting met de nadere duiding van hun advies. Daarmee heeft de Raad van State van mij opnieuw bevestigd dat het wel of niet referendabel zijn van deze intrekkingswet een politieke vraag is en geen juridische. En gelukkig wordt dat vanavond, dat verschil tussen de juridische vraag en de politieke vraag, beter uit elkaar gehouden dan tijdens de eerste termijn vorige week. Voorzitter, voorts dank ik de minister die in haar beantwoording vorige week rustig en duidelijk uiteen heeft gezet waarom het kabinet de keuze heeft gemaakt om de wet raadgevend referendum in te gaan trekken. Een keuze waar D66, en dat heb ik vorige week uitgebreid toegelicht, achter staat. De gebreken aan de huidige wet zijn volgens ons niet met een evaluatie op te lossen en door te sleutelen aan specifieke elementen zoals opkomstdrempels en de manier waarop je zo'n referendum aanvraagt. Want het gebrek dat een advies nooit een heldere status heeft in het vervolg hier in het parlementaire proces, dat kunnen we enkel en alleen oplossen door uiteindelijk te kiezen voor een bindend correctief referendum. En dat is ook de reden waarom dat voor D66 het einddoel is en blijft. Een bindend correctief referendum als noodrem, als aanvulling op een goed doorlopen parlementair proces. Voorzitter, tot slot. Naar aanleiding van de vraag die de heer Baudet de vorige keer al stelde en de motie die de heer Krols juist al heeft ingediend over de staatscourant heb ik ook nog wel een vraag aan de minister, want dat was voor mij niet helemaal duidelijk na de eerste beantwoording in eerste termijn.
klopte dat het advies en de bijbehorende stukken niet gelijk in de Staatscourant zijn geplaatst? En als dat zo is, heeft dat eigenlijk een verschil gemaakt voor het vervolg hier in de Kamer, aangezien ook onder andere de stukken op openbare of officiële bekendmakingen.nl zijn gepubliceerd? En voorzitter, ik stel die vraag omdat ik met de collega's deel dat we dat soort processen gewoon goed met elkaar moeten doorlopen. Dank u wel. De heer Baudet. Ik hoorde heer Jetten het advies van de Raad van State prijzen en hij zegt, ja, de Raad van State zegt het is een politieke afweging, geen juridische afweging om een referendum wel wet wel of niet in te trekken. Kan de heer Jetten mij toelichten wat de Raad van State in zijn ogen zegt over de terugwerkende kracht van de intrekkingswet? De heer Jetten. Ook op dat punt zegt de Raad van State, voorzitter, dat dat juridisch houdbaar is en dat het ook een keuze is die we hier met elkaar maken. Stel dat wij hier een wet zouden maken vandaag, waarin wij besluiten om de grondwet af te schaffen. En we zeggen, ja, die wet komt met terugwerkende kracht tot stand. Hoeven wij ons dan niet meer aan de procedures te houden die in de grondwet staan genoemd over wijziging of afschaffing van de grondwet? De heer Jetten. Nou, voorzitter, wij hebben voor onze grondwet hele andere procedures over hoe we de grondwet wijzigen dan voor gewone wetten. En dat lijkt me ook zeer verstandig. Nee, dit is onjuist. Dit antwoord is irrelevant voor de vraag. Het hele punt is, je kan weliswaar als wetgever uiteraard een wet maken die terugwerkt vanaf een bepaald tijdstip. Alleen je moet je wel houden aan de procedures die op dat moment gelden voor het maken van wetten. Je kan niet tijdens het spel de regels veranderen. Je kan niet tijdens het maken van een wet de regels die er zijn over het maken van die wet veranderen. Dat is onstaatsrechtelijk. En het advies van de Raad van State zegt daar helemaal niks over. Het advies van de Raad van State zwijgt over dit gigantische probleem van deze intrekkingswet. Dit kan helemaal niet wat u wil. Voorzitter, nogmaals, de vergelijking met de grondwet gaat volledig mank. Want voor de grondwet hebben we afgesproken dat we die wijzigingen altijd doen in tweede lezingen. Eén keer voor verkiezingen en één keer na verkiezingen. Dus die vergelijking van de heer Baudet kan ik niet volgen. Ja, nee, maar dat is precies het probleem. Wij hebben dat inderdaad afgesproken. Dat is de wet nu. Zoals het ook nu de wet is dat elke wet die gemaakt wordt in principe referendabel is en schors en als we zo'n verzoek indienen, schorsende werking heeft op die nieuwe wet. Wij hebben dus inderdaad ook afgesproken dat we de grondwet alleen maar in twee lezingen kunnen veranderen. Dat zijn allemaal afspraken die kun je niet veranderen in een nieuwe wet. Dat kun je alleen maar veranderen nadat die wet van kracht is geworden. Dus u mist precies het punt. Net als met wijziging van de grondwet moet je je ook bij wijziging van de referendumwet houden aan het nu geldende wetgevingsproces. Je kan dat niet terzijde schuiven. Uw standpunt is fundamenteel onrechtstatelijk. Voorzitter, ik heb de exacte formulering van de Raad van State hier niet bij de hand, maar er wordt wel wat gezegd over gewone wetten en het feit dat de huidige wetgever daarin niet beperkt hoeft te worden door de eerdere wetgever. Dus de Raad van State heeft daar wel degelijk advies over uitgebracht. Dus de heer Baudet moet misschien de voorlichting van de Raad van State nog een keer lezen. En nogmaals, de vergelijking met de grondwet gaat gewoon niet op, omdat we daar andere spelregels voor elkaar hebben afgesproken. En voorzitter, dat is eigenlijk ook wel de reden waarom wij altijd hebben gekozen voor de invoering van het correctief bindend referendum, iets wat wel in de grondwet geregeld moet worden, zodat je daarmee die noodrem, hè, die we als referendum willen toevoegen aan ons parlementaire stelsel, ook een juiste plek geeft in onze hele democratie. En zoals we zien dat nu ook bij het raadgevend referendum, dat hebben we bij gewone wet geregeld. Dat leidt dus tot die interpretatiediscussies, onduidelijkheid over de impact van die uitspraak van de kiezer. Nogmaals, voorzitter, D66 kiest uiteindelijk voor een correctief bindend referendum als echte noodrem. De heer Farraak. Ja, wat ik vooral zie is dat de Raad van State probeert de aardappel voor zich uit te schuiven. En de vingers niet wil branden aan het juridisch gegoochel van de regering. En daarom zijn we weer hier en concludeert ook meneer Jetten, het is een politiek besluit. Een politiek besluit om het af te schaffen en over het afschaffen van het referendum geen referendum mogelijk te maken. En dan vraag ik de heer Jetten, waarom heeft het democratisch geweten van D66, Jan Terlouw, waarom heeft hij ongelijk als hij zegt dat hier een referendum over mogelijk moet zijn? Waarom hebben de jonge democraten, de toekomst van D66, waarom hebben die ongelijk als zij zeggen dat hier een referendum over moet kunnen worden gehouden? En waarom hebben 20 staatsrechtdeskundigen ongelijk, zitten vast ook veel D66'ers tussen, waarom hebben die allemaal ongelijk als zij zeggen dat het gewoon niet fatsoenlijk is, niet goed is, dat hier geen referendum over mogelijk is?
De heer Jetsen. Voorzitter, toch nog eerst even over dat advies van de Raad van State. Want hier werd vorige week een soort mist opgeworpen, alsof dat de Raad van State gedraaid was in haar advisering, alsof de Raad van State zelf politiek aan het bedrijven was met haar advies. Daarom vond deze Kamer dat er aanvullende voorlichting nodig was om daar helderheid over te verschaffen. Dat heeft de Raad van State nu gedaan. Die hebben bevestigd het advies dat ze voor het kerstreces al hebben uitgebracht. Dat wilde ik in mijn eerste deel van mijn inbreng dus even bevestigen. Dat het fijn is dat ik hier vanavond iedereen hoor over... Nou, juridisch blijkt het allemaal te kloppen wat het kabinet met deze wet wil. Dat heeft de Raad van State bevestigd. Maar ja, het is een politieke keuze. Dat vind ik winst ten opzichte van de eerste termijn van vorige week. Voorzitter, dan over een aantal leden van mijn partij, van D66. Ja, het mooie vind ik van mijn partij is dat onze leden het hoogste orgaan van de politieke partij zijn. Dat zouden een paar andere collega's misschien eens moeten proberen. En die leden die hebben ons partijprogramma vastgesteld. En die leden hebben in het najaar met een motie mijn Kamerfractie een opdracht gegeven. En die opdracht is kraakhelder. Die is: versterk onze democratie, zorg voor meer directe invloed op de macht, bij voorkeur met meer direct gekozen bestuurders, en voeg daaraan toe als noodrem een correctief en bindend referendum. Voorzitter, dat ligt vanavond niet voor. Vanavond spreken we over de intrekkingswet van het raadgevend referendum. En daarvan heeft mijn fractie geconstateerd dat dat helaas niet voldoende bijdraagt aan de versterking van de democratie. De heer Van Raak. Nee, mijn vraag was: waar heeft Jan Terlouw het fout? Waar hebben de jongeren van D66 het fout? Waar hebben al die D66 staatsrechtgeleerden het fout als ze zeggen dat over dit intrekken van dit referendum toch een referendum mogelijk moet zijn? Waar hebben ze de fout? Wat hebben ze fout gedaan? Waarom heeft de heer Jetten gelijk en hebben al die anderen ongelijk? De heer Jetten. Voorzitter, het gaat hier helemaal niet om goed of fout. Het gaat erom dat mensen verschillend naar dit vraagstuk kunnen kijken. Dat is ook alleen maar goed. Dan hebben wij in de partij een goed debat over. Net zoals we daar hier in de Kamer een goed debat over hebben. Maar ik zeg nogmaals, onze leden hebben na dat goede interne debat in de partij, zowel bij het vaststellen van het verkiezingsprogramma als later, afgelopen najaar op ons partijcongres, nogmaals bevestigd dat D66 voorstander is van een correctief en bindend referendum en niet langer van het raadgevende variant zoals die nu voor ligt. De heer Van Raak. Precies, je kunt er verschillend naar kijken. Je kunt er naar kijken als een democraat en je kunt er naar kijken als een antidemocraat. Je kunt er naar kijken als een volksvertegenwoordiger die het volk het laatste woord wil geven. Of je kunt er naar kijken als een elitaire politicus die andere belangen dient. En dat is de keuze die hier vandaag gemaakt moet worden. En daar wens ik D66 heel veel sterkte mee. De heer Bosma. Voorzitter, heel goed dat ze bij D66 luisteren naar de leden van de partij. Dat doen wij als PVV'ers ook, dus dat snap ik wel. Dat is de perfecte democratie, denk ik, hè? Luisteren naar één lid. Nou, we hebben er twee, hè? Oh. Je bent weer slecht geïnformeerd. Voorzitter, nu we het toch over Jan Terlouw hebben, het is niet zo lang geleden dat de heer Jetten kinderboeken las. De heer Terlouw die zegt, een van de eerste beginselen van D66, ik citeer, is de fundamentele democratisering van Nederland. En een van de middelen is het referendum. Dus die man die weet waartoe D66 is opgericht. Ik zeg dat even omdat afgelopen donderdag de heer Jetten dat allemaal een beetje probeerde te verdonkeren manen, ook in de richting van de heer Van Mierlo. De heer Terlouw zegt, opgericht democratisering, onder andere referendum. Hoe staat de heer Jetten er tegenover dat zo'n oude rot, als ik hem zo oneerbiedig mag uitdrukken, de heer Terlouw, dit zegt over zijn eigen partij en dat de heer Jetten hier staat om daar waar de heer Terlouw zich zo sterk voor maakt, om dat kapot te maken? De heer Jetten. Ja, voorzitter, ik vind het allereerst een beetje sneu dat grapjes over mijn leeftijd nodig zijn om in dit debat goed met elkaar van argumenten te wisselen over een belangrijk onderwerp, namelijk hoe we onze democratie versterken. Voorzitter, ik heb bij het debat over het correctief referendum in september, ik heb bij de eerste termijn van dit debat vorige week aan de heer Bosma uitgelegd waarom hij het steeds mis heeft als hij de heer Van Mierlo misbruikt voor zijn argumentatie, want de heer Van Mierlo is altijd heel erg helder geweest, namelijk ik ben voorstander van een correctief en bindend referendum. Toen heb ik hem uitgelegd waarom dat nog steeds de lijn is van onze partij. Inmiddels heeft een andere zeer gewaardeerde oud-partijleider zich daar ook over uitgelaten, de heer Terlouw. Ja, nogmaals, dat zei ik net ook in antwoord op de heer Van Raak, dat is een mening die ik zeer respecteer. Maar wij hebben in de partij met alle leden, de heer Terlouw, maar ook 28.000 andere leden, een goed debat
debat gehad over hoe wij de democratie in Nederland willen versterken. En nogmaals, dat willen wij doen door meer directe invloed op de macht, meer direct gekozen bestuurders en met een correctief en bindend referendum en niet langer met een raadgevend referendum. De heer Bosma. Ja, dat de D66 voorstander zou zijn van een bindend referendum vind ik raar, want er was een mooi voorstel dat moest geadopteerd worden door de heer Van Raak, want D66 wilde daar niks mee te maken hebben en stemde uiteindelijk tegen. Dus het is een beetje vreemd dat D66 dat nu als escape gebruikt. Maar in ieder geval, nog even terug naar de heer Terlouw. Terlouw zegt op deze manier, hè, dus dat afschaffen van het referendum, verzwakt de democratie. Het is een punt wat bijna alle mensen tot nu hebben ingebracht. Die mensen die zeggen, er was een stukje democratische vernieuwing, er was democratisering en dat wordt gewoon afgeschaft. Is dat een argument dat hout snijdt volgens de heer Jetten en dat de heer Jetten zegt van ja, die Terlouw heeft een punt, de democratie is op deze manier aan het verzwakken. Ja, voorzitter, in september heeft het voorstel voor een correctief bindend referendum helaas niet gehaald, omdat we het als Kamer niet eens konden worden over de spelregels van zo'n correctief bindend referendum. Ook omdat fracties als de Partij van de Arbeid en GroenLinks niet langer voor zo'n correctief bindende variant zijn. Ik heb vorige week in de eerste termijn gehoord dat er blijkbaar weer veel steun is voor een vorm van een referendum. Dat geeft mij moed, het geeft mij hoop. Want wij zijn een partij met een lange adem. Wij blijven werken aan versterking van de democratie. Ik ga graag met iedereen die daartoe bereid is het gesprek aan over hoe we tot een goede wet voor een correctief bindend referendum kunnen komen. En wie weet dat we dat dan bij de zoveelste poging wel voor elkaar krijgen met elkaar. Voorzitter, dan over referendabiliteit van het raadgevend referendum. Ja, daarover heb ik ook in eerste termijn gezegd dat een... Ik heb daar wat problemen geschetst over de huidige raadgevende variant, waarbij ik zeg dat er onduidelijkheid is over welke vraag precies voor ligt, onduidelijkheid over de uitslag, onduidelijkheid over de interpretatie van de uitslag, over de manier waarop regering en Kamer daarmee om kunnen gaan. En dat dat leidt tot teleurstelling en mogelijk ook de kloof tussen politiek en burger alleen maar vergroot als ze bij raadgevende referenda telkens niet kunnen uitleggen waarom dat raadgevend referendum tot bepaalde politieke keuzes leidt. Daar heb ik ook van gezegd, als we dat dan constateren als problemen met de huidige raadgevende variant, ja, als we daar dan een raadgevend referendum over gaan houden, waarbij we vervolgens als Tweede en Eerste Kamer weer diezelfde interpretatiediscussies krijgen, weer mogelijke teleurstellingen voor elkaar krijgen, dan zorgen we er alleen maar voor dat de steun voor het referendum verder afbrokkelt. En dan zeg ik, laten we nu een pas op de plaats maken, laten we leren van de ervaringen die er nu zijn geweest, laten we, zoals de heer Krol terecht oproept, goed luisteren naar de staatscommissie parlement met herstelsel en met al die input dan straks kijken of dat we in deze Kamer kunnen komen tot een correctief bindend referendum met de juiste spelregels. De heer Koesel. Ja, voorzitter, heel erg interessant. Dus 50 jaar lang de tijd nodig hebben om een stap te maken in de richting van een referendum. Daarvoor zou je eigenlijk complimenten moeten geven om het vervolgens af te schaffen. Ik denk dat heel weinig mensen in Nederland dat nog volgen. De vraag blijft echter wel waarom D66 ervoor kiest om de intrekkingswet niet referendabel te maken. Met terugwerkende kracht artikel 6 in te laten gaan. En wij hebben een beetje gespeurd wanneer is dat in het verleden toegepast. De terugwerkende kracht, dat is toegepast op het moment dat er sprake is van omvangrijk misbruik. Dat is gebeurd op het moment dat er sprake was van een plotseling acuut probleem dat een snelle voorziening vereist. Mag ik de heer Jetten van D66 vragen waar zich het omvangrijke misbruik plaatsvindt en waar sprake is van een plotseling acuut probleem? De heer Jetten. Ja, voorzitter, ga ik eigenlijk hetzelfde antwoord geven als de heer Bosma. Ik denk dat dat... we hebben vorige week in het debat wat vergelijkingen gehad. Bijvoorbeeld met de wet die we recentelijk hadden over Sint-Eustatius. Ik kan me voorstellen dat daar andere argumentatie onder lag dan bij deze wet. Maar nogmaals, voor ons is de belangrijkste overweging om niet voor referendabiliteit van deze intrekkingswet te pleiten is, wat ik net zei in antwoord op de heer Bosma, de onduidelijkheid die er bestaat, de interpretatieverschillen, de discussies daarover, die we sowieso hebben bij raadgevende adviserende referenda en dan een raadgevend advies over de intrekkingswet daarvan, ja, dat vind ik een referendum dat ik niet kan uitleggen. Maar voorzitter, dus D66 zegt hier nu eigenlijk dat er sprake is van een omvangrijk probleem als mensen zich via een raadgevend referendum uitspreken over het afschaffen van een referendum. Dat is toch eigenlijk heel bizar wanneer we kijken naar de grondbeginselen van D66 over dat er meer inspraak zou moeten zijn van burgers, van mensen in het land. Dan blijft natuurlijk de vraag, is het probleem zo omvangrijk voor D66 dat ze zelfs een stap in de goede richting, namelijk een raadgevend referendum, ook daarmee willen afschaffen?
Voorzitter, ik laat de duiding of de waardering die de heer Koester aangeeft ook even bij... Ik wil graag uw waardering. Nou ja, ik laat de waardering even bij u. Ik heb nu antwoord gegeven op de heer Bosma en antwoord gegeven op u op eigenlijk dezelfde vraag. Dat is mijn antwoord. En welke waardering u eraan geeft, dat laat ik echt aan u. Maar ik vind het fijn dat u nogmaals wijst op de grondbeginselen van mijn partij, waarom we ooit zijn opgericht. Dat was om de directe democratie te versterken, en meer directe invloed op de macht voor elkaar te krijgen. Met op de eerste plaats gekozen bestuurders, een stem op de macht en een stem op de tegenmacht. En later is daarbij gekomen als aanvulling op een sterke parlementaire democratie het referendum. En ja, dat heb ik ook vorige week gezegd, in de loop der jaren hebben wij gezocht naar de juiste vorm van zo'n referendum. Maar wij zijn met onze leden wederom tot de conclusie gekomen dat de juiste vorm is een correctief en bindend referendum en niet de raadgevende adviserende variant. Voorzitter, afsluitend, dit is dan 50 jaar lang. Heeft D66 tijd nodig gehad om een stap te zetten in de goede richting? En nu wordt gewoon het kind met het badwater weggegooid. Dat is mijn conclusie. Mevrouw Kuiken. Voorzitter, de D66 houdt van ledendemocratie. Volgens mij hebben de leden van D66 ook opgeroepen om niet vooraan te lopen als het ging om het afschaffen van het raadgevend referendum. En dat doet de heer Jette hier toch. Als een stofzuigerverkoper het land doorgaan. En dat doet hij heel knap. Maar mijn vraag is waarom? En waarom nou niet de evaluatie afgewacht? Of waarom nou niet de staatscommissie afgewacht? Juist omdat u dat ook zulke belangrijke elementen vindt in een goed democratisch proces. De heer Jetten. Ja, voorzitter, al ten eerste het land ingaan tijdens een referendum is iets wat D66 elke keer met veel fanatieke inzet van Kamerleden en vrijwilligers doet. Dat hebben wij bij de Partij van de Arbeid helaas niet gezien toen we de eerste keer een referendum organiseerden. Dan het voorop lopen, ja, dat is inderdaad een zinsnede uit ons verkiezingsprogramma. Ja, ik kan ook heel eerlijk zijn richting mevrouw Kuik, mevrouw de voorzitter. Wij hebben natuurlijk niet voorop gelopen daarin, niet in de campagne bij de Tweede Kamerverkiezingen, ook niet aan de formatietafel. Het mogen duidelijk zijn dat het voor andere fracties in deze coalitie belangrijker was dan voor ons. Ik heb vorige week ook gezegd dat is een afspraak in het regeerakkoord waar wij uiteindelijk ook onze handtekening onder hebben gezet en dus ook achter staan. En ik heb denk ik voldoende argumenten nu gegeven waarom wij vinden dat een correctief bindend referendum uiteindelijk ook beter is dan een raadgevende variant. Nou ja, voorzitter, nu hoor ik eindelijk een beetje een snippertje van het volgens mij echte eerlijke verhaal, namelijk dat u min of meer ook gedwongen werd door uw coalitiepartners. Dus ik snap nog steeds niet waarom u als groot voor oplopen van zo'n raadgevend referendum, een referenda in het algemeen, nu zo hier hardop, nog harder dan uw minister doet, loopt te verdedigen dat het wordt afgeschaft. En sterker nog, dat u andere partijen nodig heeft, onder andere mijn eigen partij, om iets recht te poetsen wat niet recht is, Macron. Ik snap de vraag niet helemaal, voorzitter. Sorry. Voorzitter, waarom loopt u voorop, terwijl uw leden dat niet hebben gevraagd, in het recht praten van het afschaffen van het raadgevend referendum? En gewoon een normaal antwoord, zonder mij daarmee lastig te vallen of mijn partij of andere partijen, gewoon vanuit uw eigen standpunt graag. Ja, voorzitter, ik ervaar het niet alsof ik hier voorop loop om dat te doen. Ik sta hier wel omdat ik vind dat als je als partij, als fractie je committeert aan zo'n regeerakkoord en ook een intrekkingswet van de regering steunt, dat je ook hier als woordvoerder van je fractie gewoon de tijd moet nemen om dat toe te lichten en vragen van de Kamer te beantwoorden. Als u dat duidt als vooroplopen, ja, dan vind ik dat spijtig. Ik probeer hier vooral ook inhoudelijk aan te geven waarom wij als fractie tot de conclusie zijn gekomen dat we weer terug moeten naar ons oorspronkelijke doel, namelijk een correctief bindend referendum. En dat we de huidige raadgevende, adviserende variant gewoon onvoldoende recht vinden doen aan de wens die we hebben, namelijk meer directe invloed op de macht. Tot slot. Voorzitter, ik concludeer dat de heer Jette lang voor de spiegel heeft geoefend om een ronde redenatie voor geen zichzelf. Geen persoonlijke kwalificaties. Ik zeg alleen maar voor je, uw voorzitter, dat ik denk dat de heer Jette lang voor de spiegel heeft geoefend. Ja. Dat hij op die manier ervoor heeft gezorgd dat hij een voor hemzelf een ronde redenatie heeft. Maar daarmee constateer ik ook dat hij juist voorop loopt op iets wat D66 altijd heel belangrijk heeft gevonden, zonder dat we een evaluatie hebben, zonder dat de staatscommissie er is. En volgens mij is dat heel erg zonde. Dat was geen vraag. Ik wil eigenlijk kijken hoe ver u bent. Ik geef u zo het woord. Voorzitter, ik denk dat ik alles inmiddels wel heb gezegd in de beantwoording ook. Ja. De heer Baudet. Stel dat wij erin slagen om een referendum af te dwingen over deze intrekkingswet. Hè. We gaan straks handtekeningen verzamelen namelijk. En de kiesraad geeft ons gelijk. En er komt een referendum. En er is een opkomst van 80%. En het overweldigend deel van de kiezers stemt tegen deze intrekkingswet en geeft dan dus aan in zo'n referendum
het referendum te willen behouden. Verandert D66 dan van standpunt? De heer Jetten. Voorzitter, een mooie als dan redenering van de heer Baudet. Wij hebben bij alle referenda die werden aangevraagd, en er zijn er nu twee uiteindelijk die er ook komen, namelijk eerst Oekraïne en nu het referendum over de wet op de inlichtingendiensten. Daarvan zegt mijn fractie altijd, zoals dat ook in de wet staat, als de kiezer zich in een referendum uitspreekt, dan is het aan de Kamer om die wet te heroverwegen. Dus mocht er ooit een referendum komen over deze intrekkingswet, dan zullen wij dan ook diezelfde houding hebben. Dan wachten we gewoon dat referendum af en dan zullen wij, zoals die wet aan de Kamer vraagt, dan die wet heroverwegen. Maar voorzitter, ik zeg er wel bij dat ze dan wel in het als-dan scenario van de heer Baudet, want volgens mij hebben we goed juridisch advies gekregen van de Raad van State waarom dat scenario zich waarschijnlijk niet zal voordoen. De heer Baudet, dat hoeft niet. Dan ga ik naar de heer Van Raak. Ja, want we komen toch wel verder, want de heer Jetten komt hier namens D66 met allerlei argumenten waarom het referendum moet worden afgeschaft zonder dat mensen daar iets over mogen zeggen. Maar hij gelooft er zelf natuurlijk ook niet in. Hij geeft nu eerlijk toe, het moest. Het moest van die anderen. Het moest van de VVD, het moest van het CDA, het moest van de ChristenUnie, het moest van hun. Nou, dat snap ik beter, dat standpunt. Maar dan vraag ik wel, wat heeft D66 dan teruggekregen? Hè? D66 heeft een groot offer gebracht. Ziel en zaligheid. Dus wat heeft D66 voor dit offer teruggekregen? Ja, voorzitter, ik heb volgens mij exact deze vraag vorige week ook beantwoord. Mijn antwoord is nog steeds, bij coalitieonderhandelingen is er geen sprake van een ordinaire uitruil tussen puntje A en puntje B. Dus deze vraag van de heer Van Raak kan ik gewoon simpelweg niet beantwoorden. En deze vraag is inderdaad vorige keer uitgebreid aan de orde geweest. Maar ik probeer er toch achter te komen. Hè? Mark Rutte, Buma en Segers, die vragen dan aan Alexander Pechtold van ja, kun je je kroonjuwelen inleveren? Kun je je democratische ziel inleveren? En dan zegt Alexander Pechtold, ja, dat is prima, dat doen we. Maar dan zegt Alexander Pechtold niet van, maar dan wil ik wel dit, of dat, of zus, of zo. Daar moet toch iets voor, je moet daar toch iets voor terugkrijgen? Ja, voorzitter, dan tot slot denk ik. Ik nodig de heer Van Raak van harte uit om met zijn SP-fractie de volgende keer gewoon lekker mee te doen bij de onderhandelingen. Dan ontdekt hij ook hoe dat gaat. Wij zijn uiteindelijk als fractie beoordeel je een totaalpakket, een compleet regeerakkoord. En dan weeg je af, is dit een regeerakkoord dat voldoende recht doet aan ons verkiezingsprogramma. En nogmaals tot slot, voorzitter, specifiek op het punt van het referendum. Wij stonden natuurlijk niet vooraan om dat onderwerp op de agenda van die formatiebesprekingen te zetten. Maar toen het er eenmaal op stond, zijn wij gewoon op een goede inhoudelijke manier met elkaar het gesprek aangegaan over hoe functioneert nou dat raadgevend referendum. Doet het dan ook wat we wilden beogen met dat referendum, namelijk meer invloed op de macht. En wij zijn, en dat heb ik denk ik nu op twee avonden uitgebreid beargumenteerd, tot de conclusie gekomen dat voor D66 het correctief binnend referendum de juiste noodrem is op de parlementaire democratie en niet de raadgevende adviserende vorm. Dan wil ik eigenlijk voorstellen dat u verder gaat. Nou, dan was ik daarmee ook aan het einde van mijn bijdrage, mevrouw. Dank u wel, meneer Jetten. Dan ga ik nu naar de heer Bisschop namens de SGP-fractie. Voorzitter, dank u wel. Je bent teleurgesteld in het raadgevend referendum, want dat heeft niet gebracht wat we ervan verwachten. En dan vervolgens spreek je je volle vertrouwen uit in het correctief bindend referendum. Ja, vraag ik me dan af, hoe weten wij, hoe weet de pleitbezorger, de pleitbezorgers, dan zeker dat dat wel brengt wat je ervan verwacht? Ik heb even overwogen om dat als interruptie te doen, maar voorzitter, ja, er waren al zoveel collega's die de collega van D66 de maat namen, dat ik mij daartoe niet geroepen voelde. Maar ik vind het wel een prangende vraag. Voorzitter, twee punten. In de eerste plaats, twee punten blijven er voor ons over te missen. Ze zijn al genoemd door collega's. In de eerste plaats de vraag in hoeverre het voorliggende voorstel referendabel moet zijn. En in de tweede plaats een overgangsregeling ten behoeve van lopende en mogelijk nieuwe initiatieven voordat dit wetsvoorstel kracht van wet krijgt. Als het gaat over de vraag of het over het voorliggende voorstel een referendum gehouden moet kunnen worden, ja, daar hebben we inderdaad vanmiddag een voorlichting over gehad van de Raad van State. En die betitelt dat als de maatregelen zoals die in dit wetsvoorstel zijn genomen, omdat te blokkeren als juridisch effectief.
Maar dat betekent niet juridisch netjes. Het betekent ook niet juridisch heel goed. Het betekent alleen dat je op deze manier bereikt wat je beoogt. Maar het zegt nog niet dat dit van goede kwaliteit is. En het wel of niet een referendum hierover houden, zegt de Raad van State heel drukkelijk, dat is een politieke vraag. Voorzitter, en vanuit dat besef, wij zullen de dag toejuichen dat het referendum is afgeschaft, maar wij vinden dat dat op een staatsrechtelijk uiterst zuivere en zorgvuldige manier gedaan moet worden. Omdat hier ook de betrouwbaarheid en de deugdelijkheid van de overheid in het geding is. Vandaar dat wij het amendement van collega Özutok zullen steunen. Dat voorziet in het referendabel maken van dit wetsvoorstel zoals dat nu voor ligt. Dan de overgangsregeling, voorzitter. Het is ook een kwestie van staatsrechtelijke zorgvuldigheid. Onder de geldende referendumwet kunnen nog steeds initiatieven gestart worden. En wat doe je daarmee? Als dat eenmaal loopt, dan kun je zeggen van op het moment dat dit wetsvoorstel, dat nieuwe wetsvoorstel is aangenomen, kappen we alles af en blokkeren we alles. Ja, maar dat is geen goed beleid naar ons idee. Wat ons betreft wordt er dan ruimte geboden om het referendumtraject ordentelijk af te lopen. En daartoe hebben wij een amendement ingediend. Dat is ondertekend door bisschop Arissen Kuiken. En inmiddels kan ik u vertellen, ook ondertekend door Baudet, Bousma, Bosma, Kudzu, Özutok, Krol en Van Raak. Ik zal zorgen dat de aangevulde ondertekening morgen als amendement opnieuw wordt ingediend. Voorzitter, ik wil dit hier belaten. Dank u zeer. Dank u wel, meneer bisschop. Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Kuiken namens de PvdA. Voorzitter, ik was het met alle voorgaande sprekers eens, behalve met de heer Jetten. En dat zo'n voorstel eigenlijk van links tot rechts in de Kamer verbindt, is wel bijzonder. Juridisch, na de nadere toelichting, zegt Raad van State, het is juridisch effectief, het kan zo. Het is straks, denk ik, na de stemming aan de Eerste Kamer om te beoordelen of zij zich daar ultiem ook in kunnen vinden. Desalniettemin nog een poging van onze kant om er juridisch nog iets in en rechtsstatelijk iets in te verbeteren. Daarom zullen wij ook de amendementen van mevrouw Özutok en de heer Bisschop steunen, als ook de motie ingediend door de heer Krol. Het is uiteraard uiteindelijk een politieke keuze. Maar je hoeft niet, dat zei ik in mijn eerste termijn al, je hoeft niet te verliefd te zijn op het raadgevend referendum. Je kunt ook denken, ik wil het eigenlijk verbeteren en ik vind dat het moet worden verbeterd. Maar desalniettemin is het niet goed, zeker als je geen alternatief hebt, het raadgevend referendum al af te schaffen voordat je hem überhaupt hebt geëvalueerd, zoals je dat van tevoren had afgesproken, voordat je de staatscommissie kans hebt gehad ons te adviseren over hoe we onze democratische processen en de betrokkenheid daar van individuele mensen mee kunt verbeteren. En zeker omdat je helemaal geen alternatieven hebt. We kunnen geen correctief referendum verwachten van het kabinet, nog bijvoorbeeld vanuit een initiatief vanuit D66 of anderszins hele vernieuwende democratische nieuwe dingen. En soms moet je dan ook vertrouwen en uitbouwen op het oude en niet na één keer afhaken. Voorzitter, en ik heb daarom ook geen vragen meer in tweede termijn en is het nu aan de antwoorden van de minister. Heer Jetten. Voorzitter, dank u wel. Ja, mevrouw Kuiken zegt dat geen initiatief te verwachten van de Kamer. Maar daar heb ik net volgens mij wat anders over gezegd. Dus mijn vraag aan mevrouw Kuiken zou zijn, stel dat er iemand in de Kamer zo'n initiatief neemt, doet de Partij van de Arbeid dan mee, aangezien ook uw ledencongres zich eerder tegen een correctief binnen het referendum heeft uitgesproken? Mevrouw Kuiken. Ja, voorzitter, wij zijn het congres uitgegaan met het idee, hou het raadgevend referendum in de lucht en verbeter dat en kijk wat je ermee kon doen. Doe een pas op de plaats voor het correctief referendum. Dus dat is mijn uitgangspunt nu. Als straks blijkt dat het raadgevend referendum in de prullenbak ligt en we weer een eerstvolgende congres hebben, zullen we zien wat onze leden daarvan vinden. Maar ik verwacht eigenlijk na uw grote woorden, voorzitter, zeg ik via u aan de heer Jetten, dat ik van u in ieder geval een initiatief mag verwachten.
En niet het een afschaffen van het een en het ander. Voorzitter, in de eerste termijn hadden de heer Krol en ik al een kopje koffie afgesproken. We zullen mevrouw Kuiken tegen de tijd opnemen. Lijkt me een heel goed idee. Dank u wel, mevrouw. Dank u wel, voorzitter. Dan ga ik nu naar de heer Koopmans namens de VVD. Voorzitter, dank u wel. Het referendum lijkt democratisch, maar is het niet. Het is een bot instrument dat geen recht doet aan de Nederlandse democratie. Het doet geen recht aan ons open staatsbestel. Dat zoveel proportionaliteit heeft, zo brede toegang heeft. Dat grote partijen, kleine partijen heel veel inspraak, spreekrecht geeft. Dat ook ervoor zorgt dat wij hier zo'n machtsdeling hebben met de Eerste Kamer. Met bijna altijd noodzakelijke coalities. En waarbij ook nog serieus worden gecontroleerd en geadviseerd door zoiets als de Raad van State. We hebben ook een enorm open politiek, waar dus heel veel partijen bestaan, waar wisselende meerderheden zijn op verschillende onderwerpen. En nog een hele actieve pers die meedoet aan het democratisch debat. En we hebben hele mondige Nederlanders, mensen die betrokken zijn bij de politiek. En die ook weten dat het om meer gaat dan alleen maar ja of nee. En wij moeten dan ook de kiezer serieus nemen, die in hele grote getalen komt om te kiezen voor de Tweede Kamer. En die ons vervolgens in enorme nuance met nu 13 partijen hier neerzet. En die op ons rekent om oplossingen voor problemen te vinden. En dus die problemen ook serieus te nemen. En we moeten dus niet doen alsof de zaken zwart-wit zijn. Of dat het allemaal zo simpel is. Nee, we moeten weten dat hier afwegingen worden gemaakt tussen alternatieven, tussen verschillende opties die wij hier debatteren, die we hier onderhandelen, die we hier met z'n allen bespreken. Het is niet zwart-wit. Laten we problemen serieus nemen. En laten we dus ook bijvoorbeeld zo luisteren naar de Raad van State, die een serieus advies geeft over de wet die hier voor ligt. Tot slot, voorzitter. Wij moeten dus daarom de Nederlandse democratie serieus nemen. En dit debat is zo'n illustratie. Kijk om ons heen. Hoeveel partijen zien we hier wel niet? Hoeveel? Allemaal, inderdaad. We zijn hier allemaal en we zijn hier in enorme nuance verscheidenheid neergezet, omdat de Nederlander heel veel verschillende meningen, posities, visies heeft die wij hier vertegenwoordigen en waar wij samen hier een oplossing voor moeten zoeken. En we zien dus nu ook in dit debat, hebben wij vorige keer nog samen geprobeerd oplossingen te vinden. We hebben toen afgesproken dat we nog een keertje naar de Raad van State gingen luisteren om te horen wat die wilde adviseren. Dat advies hebben we nu gehoord. Laten we daar dan ook samen mee verder gaan. Maar moet er wel duidelijk zijn dat de zaken dus niet zo zwart-wit zijn als sommige leden van de oppositie, en ik zie ze nu al staan, dat willen zeggen. Nee, het is duidelijk, een referendum gaat voorbij aan de nuance, aan de fijn geschilderdheid, zei ik vorige keer, van de Nederlandse politiek. Het is niet zwart-wit, het is fijn geschilderd. Laten we dat recht doen. En laten we dus de Nederlandse democratie, de Nederlandse democratische cultuur recht doen. Het referendum lijkt een democratisch instrument, maar dat is het niet. Het is een bot instrument dat geen recht doet aan de mooie Nederlandse open democratie. Dank u wel, voorzitter. De heer Van Raak. Ja, de democratische cultuur van de VVD. Gaan we het daar eens over hebben? Als de VVD belt, als de Shell belt, wordt voor vele miljarden het beleid aangepast. En als de bevolking zich uitspreekt, dan wordt die uitspraak zo snel mogelijk in de prullenbak geworpen. Iets is democratisch volgens de VVD als de minister-president het vindt. En wat de bevolking ervan vindt, dat maakt de VVD helemaal niet uit. Weet je wat ik denk, mevrouw de voorzitter? Dat we het referendum keihard nodig hebben. We hebben het referendum keihard nodig tegen de democratie van de VVD. Tegen de opstelling van de VVD. Die luistert naar de bedrijven, naar de multinationals, maar niet naar de gewone mensen en een afkeer heeft van de bevolking. Het betoog van de heer Koopmans laat precies zien waarom wij het referendum zo hard nodig hebben. Voorzitter, het is heel fijn om de Koopmans. De vraag, of althans het was geen vraag, maar eigenlijk de opmerking van de heer Van Raak, laat precies zien waarom het referendum dus een niet geëigend middel is. Hij zegt dus, we moeten het referendum inzetten om oppositie te voeren, om ergens tegen te zijn
ongeacht waar het onderwerp van het referendum over gaat. En dan zeg ik nee. Nee. Het referendum is een middel om alleen maar ja of nee te zeggen tegen iets, maar in de campagne, en daar zal de heer Van Raak nog persoonlijke herinnering aan hebben, worden heel veel argumenten ingezet die niks te maken hebben met het onderwerp waar het eigenlijk over gaat. En wat hij nu hier zegt in de vorm van een vraag, is eigenlijk precies zo'n oproep om een referendum in te zetten voor iets waar het helemaal niet over gaat. En dat bewijst juist weer mijn betoog, mijn stelling, dat het referendum wordt gebruikt als middel om oppositie te voeren en dus niet een middel is om de democratie te verbeteren. Dank u wel, de heer Van Raak. De heer Van Raak. Ja, maar dit is dus precies de bange liberaal. De volksvertegenwoordiger die bang is voor de bevolking. En ik vind het ook nogal wat dat hier een volksvertegenwoordiger staat die zegt van democratie is als wij hier met de VVD en het CDA en de ChristenUnie en de D66 iets vinden, dan is dat democratisch. En als de bevolking iets vindt, ja, dan is dat een suggestie die we ook in de prullenbak kunnen gooien. Ik vind het heel opmerkelijk dat hier een liberaal vertelt dat er een democratisch recht kan worden afgeschaft zonder dat de bevolking daar iets over te zeggen heeft. Dus ik herhaal, het is een bevestiging opnieuw waarom wij het referendum nodig hebben. Omdat de VVD niet snapt wat democratie is. Dat voorzitter, was een opmerking. Ja, het was een opmerking, maar laat ik er nog iets over zeggen. Het punt van de heer Van Raak dat een referendum de democratie versterkt, gaat er even aan voorbij dat wij hier allemaal ook democratisch gekozen zijn. En dat het parlement een democratische rol vervult. En dat de beslissingen die het parlement neemt na dat uitvoerige proces waar ik het net over had, dus ook democratische beslissingen zijn. En als ik de heer Van Raak nog even mag herinneren aan wat hij hiervoor zei, namelijk dat hij het referendum gebruikt om tegen dingen te zijn, los eigenlijk van waar het referendum over gaat, dan zeg ik precies, dat is dus het bestrijden van het democratische proces waar wij hiervoor staan. Heel kort, voorzitter. Wij zijn vertegenwoordigers. Wij vertegenwoordigen de bevolking. En als wij allemaal wetten aannemen die de bevolking niet wil, dan doen wij ons werk niet goed. En het referendum is een prachtige aanvulling op de representatieve democratie. Sterker nog, het referendum is de kroon op de representatieve democratie. Omdat de kiezer zijn gekozene kan terugfluiten, kan corrigeren, kan adviseren op het moment dat de bevolking dat nodig vindt. En dat is het verschil tussen de democratie van de VVD en de SP. Bij de democratie van de VVD heeft de regering het laatste woord. Bij de democratie van de SP heeft de bevolking het laatste woord. Nou, dan hoop ik dat de heer Van Raak dat ook in de statuten van de SP zal gaan zetten. Maar de manier waarop de VVD democratie bedrijft, we hebben een enorme open partijdemocratie, daar gaan we het waarschijnlijk straks ook nog eventjes over hebben. Wij zijn enorm voor betrokkenheid van mensen bij het politieke proces. Dat bevorderen we zoveel mogelijk. Vervolgens willen wij dat zoveel mogelijk mensen ook actief in de politiek deelnemen. Bij de VVD of bij de SP of bij andere partijen. We willen dat mensen zoveel mogelijk meedoen. Wij zijn enorm voor verbreden van het politieke debat. Alleen zeggen wij dat debat wordt ook hier gevoerd in het parlement en dat proces moeten we serieus nemen en dat draagt bij aan die enorm open Nederlandse democratische cultuur. Laten we die koesteren en laten we niet doen zoals de heer Van Raak nu doet voorkomen alsof de zaken zwart-wit zijn. Nee, de zaken zijn fijn geschilderd, genuanceerd en daar moeten we hier samen aan werken. Dank u wel. De heer Baudet. Ja, wat een prachtige woorden van ambtsgenoot Van Raak zojuist. Wat een prachtige interruptie. Is de heer Koopmans het met mij eens dat wij hier in de Tweede Kamer stemmen voor of tegen een bepaald concreet voorstel? De heer Koopmans. Voorzitter, aan het eind van een enorm lang proces, waar ofwel wij ofwel de regering een wetsvoorstel doet, dat wij debatteren in allemaal commissievergaderingen, ik kan ze de heer Baudet aanbevelen, maar ook in deze debatzaal, en waar we erover onderhandelen, waar we over spreken, waar we de dingen verbeteren. Na dat enorme proces komen we uiteindelijk tot een conclusie. Dat is heel vaak een compromis, eigenlijk noodzakelijk een compromis, omdat we coalities hebben, maar omdat we daarnaast ook nog zoveel mogelijk proberen met iedereen hier dingen samen te doen. Aan het eind van dat enorme proces, ja, hebben wij hier een sessie waar wij ja of nee op die
op die voorstellen stemmen. Maar dus wel dat hele proces. En het is erg goed, denk ik, om dat ook eventjes in herinnering te brengen. Ja, dank u. Maar goed, het antwoord op mijn vraag is dus ja. We stemmen uiteindelijk voor of tegen iets. En natuurlijk, dat proces daar, dat eraan vooraf gaat, is belangrijk. Niemand wil dat ook afschaffen. Niemand wil dat proces wegvagen en vervangen door een referendum dat uit de hoge hoed wordt getoverd met een voorstel dat niet ook op allerlei andere plekken ook besproken is. Dat is helemaal de discussie niet. Enige vraag is, wordt er hier uiteindelijk voor of tegen iets gestemd? Is iets uiteindelijk een binaire keuze? Is iets uiteindelijk zwart-wit? En dus niet al die fijn getinte grijs waar de heer Koopmans het de hele tijd over heeft. Maar uiteindelijk is het zwart-wit. Uiteindelijk is het ja of nee. En de hele argumentatie van de heer Koopmans, voorzitter, kan ik dus concluderen, slaat nergens op. De hele argumentatie van waarom het referendum niet zou kunnen werken, want het is uiteindelijk een ja-nee keuze. Hier in de Tweede Kamer maken we uiteindelijk ook een ja-nee keuze. Voorzitter, misschien kan ik de heer Baudet dan nog even herinneren aan ik denk zijn favoriete Brexit-referendum. Dat kan je ook voordoen als een ja-nee-keuze. Maar het is heel duidelijk, de Britten hebben dan in een kleine meerderheid daarvoor gestemd. Maar wat er voor in de plaats moet komen, is helemaal niet duidelijk. Dus daar zijn nu hele ingewikkelde onderhandelingen over. Niemand weet het. En waarom hebben de mensen ja of nee gestemd? Ja, daar hebben we allemaal verschillende uitleggen voor. Nee, het is dus niet zo zwart-wit, heer, zeg ik tegen de heer Baudet. Het is veel genuanceerder. En, nou ja, het mogen duidelijk zijn. Ik kijk uit naar zijn volgende. Ja, even los van inhoudelijk of ik het eens of niet eens ben met die opmerking over de Brexit. Want ik denk dat de uitslag heel duidelijk was. En natuurlijk, vervolgens krijg je allerlei andere beleidsbeslissingen die er weer op volgen. En die kun je niet allemaal ook in een referendum voorleggen. Maar het Brexit-referendum was van een fundamenteel andere aard dan het soort referendum dat we hier debatteren. Dit is niet een Brexit-achtig referendum. Dit is een referendum dat een veto is, een noodrem van de bevolking, als de Kamer na al die commissies waar de heer Koopmans zo dol op is, tot een besluit komt waar de bevolking van zegt, hier herkennen we ons niet in. Wacht even, ho, stop, dit was niet de bedoeling. Dat is het referendum waar we het hier over hebben. Dat heeft met een Brexit-achtig referendum helemaal niets te maken. Dit is een noodrem van de bevolking om nee te zeggen als de representatieve democratie onverhoopt niet representatief meer is. Voorzitter, nou, ja, mag ik kort reageren? Ja, nou, het is mij niet helemaal duidelijk of de heer Baudet nu afstand doet van zijn vroegere voorliefde voor het Brexit-referendum. Maar hij geeft wel aan dat er komen er volgens allemaal beslispunten uit waar, zoals hij het volgens mij net zei, je geen referendum over kan houden. Dus hij is het in ieder geval eens met mijn positie dat er een heleboel dingen zijn waar je geen referendum over kan houden. Nou, de VVD vindt referendum is een heel bot instrument dat democratisch lijkt, maar het niet is. Mevrouw Uzetok. Ja, dank u wel, voorzitter. Over referendum kun je van alles en nog wat vinden. Maar uit uw betoog begrijp ik eigenlijk dat u zegt van discussie en dat overleg vindt hier plaats. Het is een politieke debat en hier besluiten we. Terwijl aan de andere kant de bevolking aangeeft juist een referendum te willen. Er is een klein percentage van de bevolking die dat niet wil. Dat zijn de hoogopgeleiden. Waarom heeft u geen vertrouwen in het stem van het volk? De heer Koopmans. Voorzitter, nee, dan heeft mevrouw Uzetok mij toch echt verkeerd begrepen. De VVD is enorm voor zoveel mogelijk betrokkenheid van iedereen in het democratisch proces. En ook het democratisch proces is niet alleen maar in deze zaal, maar is juist buiten op straat en in de zaaltjes en in de gemeenteraden en in de waterschappen, in de provinciale staten en in de huiskamer bij de mensen thuis en overal. Het democratisch proces is overal. Ik zeg alleen, mensen kiezen ons in die enorme verscheidenheid die we hier hebben. En dan vragen ze ook aan ons om die opdracht die we hebben serieus te nemen. En die problemen die ze aan ons vragen op te lossen, om die ook echt op te lossen. Dat is dus een hele brede blik op de democratie, waar zoveel mogelijk mensen van alle verschillende achtergronden bij betrokken moeten worden. Daar staan we voor. Wij zeggen alleen dat het referendum is een heel bot instrument dat de zaken zwart-wit maakt. En de zaken zijn, en dat is mevrouw Uzetok ongetwijfeld met mij eens, helemaal niet zwart-wit. Mevrouw Uzetok. Nou, het is wel zwart-wit zoals u het heeft geschetst, hoor. Ik denk dat iedereen het duidelijk hoort dat u niet echt prijs stelt op raad en advies van het volk. Dank u wel.
Voorzitter, ja, daar doe ik maar afstand van. Het is juist enorm belangrijk dat iedereen erbij betrokken is. Daar is de VVD een grote voorstander van. We zijn ook heel blij dat de heer Remkes nu deze commissie voorzit, die kijkt naar hervorming van het parlementair stelsel, nog meer mogelijkheden tot inspraak. En ondertussen gaan, en dat zult u ook bij u op straat zien, mevrouw Uitsertok, VVD'ers alle straten in om met iedereen te praten en ook iedereen te vragen om hier naartoe te komen om bij te dragen aan dit debat. Dank. Dat is belangrijk. Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan de heer Van der Molen namens het CDA. Ja, voorzitter, hartelijk dank aan de minister voor het beantwoorden van de vragen in de eerste termijn. Het voelt alweer een hele tijd terug, dat was het ook vorige week. Maar ik stel vast namens de CDA-fractie dat de Raad van State ook op verzoek van de Kamer een hele heldere voorlichting heeft gegeven, waarin ze nogmaals eens uiteenzet waarom het kabinet ook de juiste stappen neemt om het intrekken van de referendumwet komt. En wat het CDA betreft is er dan ook geen discussie meer over bijvoorbeeld het vraagstuk of hier dan nog een referendum aan verbonden moet zijn, omdat eigenlijk de Raad van State ons een spiegel voorhoudt als Kamer en zegt: beroep u zich toch op het democratische recht wat u als Kamer heeft, omdat u gekozen bent om bepaalde keuzes te maken. En u bent niet gebonden door Kamers in het verleden die iets anders hebben uitgesproken. En ik begrijp het dan ook helemaal niet dat er allemaal Kamerleden zijn die hier proberen te demonstreren en aan die kiezers die massaal naar de stembus zijn geweest, dat zij toch vooral niet van hun democratisch recht gebruik zouden willen maken. Als er dan Kamerleden zeggen dat het terugtrekken van een referendum een middelvinger naar de kiezer zou zijn, nou jongens, dat is een enorme middelvinger naar veel meer mensen die naar de stembus zijn geweest. Als ik het vorige referendum bijpak, er zijn 2/3 van Nederland niet naartoe gegaan. Dat was, en eigenlijk is de heer Baudet ook de aanstichter van deze discussie, dat ging over een associatieverdrag met de Oekraïne, waarvan 2/3 van Nederland dacht, het zal wel. En juist om zo'n onderwerp nou te nemen, dat is eigenlijk de laatste nagel die in de doodskist van het raadplegend referendum is geslagen. En daar zijn we dan nu ook mee bezig. We houden op met dat politieke spel, dat mensen adviezen mogen geven, op ons aangeven, waar wij dan vervolgens weer ons hoofd over moeten breken wat de kiezer heeft bedoeld. Dat is een speeltje van politici, vermomd als inbreng van de burger. De heer Baudet. Ja, hoor ik hier nou kritiek op de opkomst? Wordt hier gezegd dat als een opkomst lager is dan een bepaald percentage, de uitkomst van die verkiezing niet serieus te nemen valt? De heer Van der Molen. Nou, voorzitter, los van dat de referendumwet zelf een percentage stelt, is dat niet het punt wat ik wil maken. Ik stel alleen maar vast dat 2/3 van de kiesgerechtigden heeft besloten om geen gebruik van die gelegenheid te maken. En dat is helemaal niet, denk ik, omdat ze nou zo ontzettend tegen een referendum zouden zijn, maar vooral dat ze gewoon compleet niet begrepen wat je nou echt, terwijl je er nog nooit mee bezig had gehouden, met een associatieverdrag met de Oekraïne zou moeten. En ze hebben daarna het feest gezien dat deze Kamer hun hersens begon te breken over wat de kiezer dan had gezegd. En eigenlijk zeg ik dan tegen u, het feit dat u het referendum voor het eerst van toepassing verklaarde op zoiets als een associatieverdrag, heeft u gewoon heel wel bewust, denk ik, of misschien met andere motivatie, echt wel bijgedragen dat mensen ook hier in de Kamer eens achter het oor zijn gaan krabben van: is dit nou iets waar we de kiezer mee moeten opzadelen? De heer Baudet. Ik ben nog steeds ontzettend trots op de kleine rol die ik mocht spelen in dat referendum. Het associatieverdrag met Oekraïne is een van de meest dramatische verdragen die wij gesloten hebben. Het heeft het land naar de afgrond geholpen. Het heeft ons in een geopolitiek conflict met Rusland gebracht. Het heeft talloze andere enorme problemen gebracht. Niet in de laatste plaats opnieuw machtsuitbreiding van de EU. En het heeft laten zien dat een groot deel van de kiezers in Nederland, meer dan 60%, dit niet wilde. En ik begrijp waarom de zittende macht zo bang is hiervoor. Want het is namelijk de EU die door moet. Het is de EU die verder moet, die groter moet worden. En oh, wat zou er gebeuren als de bevolking dat tegenhoudt? Maar een belangrijker punt wat u maakt is, het gaat om die opkomst. Weet u wel dat er bij de verkiezingen van het Europese parlement in 1999 een lagere opkomst was dan 32%? De heer Van der Molen. Ja, voorzitter, daar ben ik bekend mee. Maar de repliek, ik heb u net verteld dat het mijn punt niet was, de opkomst. Dus u kunt daar een tweede vraag over stellen, of de heer Baudet kan daar een tweede vraag over stellen, maar dat is het punt niet wat ik maak.
Het punt was, wat wel degelijk, ik maak... U zei, 2/3 blijft thuis, vindt niet belangrijk genoeg. De heer Van der Molen. Ja, dat kun je vaststellen, maar daar heb ik nog niks met of ik de opkomst accepteer van gezegd. Het punt wat ik wilde maken, is dat u het referendum heeft gebruikt... ook om een ander onderwerp aan de orde te stellen. U heeft gezegd, we hebben het over het Oekraïne-referendum, het verdrag... maar eigenlijk, dat zegt u nu ook, hebben we het over... de macht van de Europese Unie. Dus we hebben het over X en het gaat over Y. De heer Van Raak heeft dat vandaag in het debat, voorzitter, ook nog een keer gezegd. Hij spreekt zijn fractievoorzitter Marijnissen na. Die zegt, nou, we hebben een referendum over de wet op de inlichtingendiensten. Maar als u daar nou maar eens even nee op zegt, dan zegt u eigenlijk, ik ben voor het referendum. Dus tegen de bevoegdheid van de inlichtingendiensten is voor een referendum. Wie begrijpt dan nog waarvoor zij gebruik zullen gaan maken van een referendum? En daarmee bewijst u nou precies waar ik de vorige keer mijn inbreng mee ben begonnen. Is dat het referendum simpelweg een speeltje van politici is geworden. Dat onder een beetje een vermomming van dat het inspraak van de kiezer zou zijn. Omdat u achteraf hier aan het spreekgestoelte dezelfde discussie wilt voeren. Die u vooraf het aannemen van een wet heeft gevoerd. En ik vind dat echt, terwijl hier grote woorden over de burger wordt gesproken. Echt een beetje, laat ik maar zeggen, de kiezer bij de neus nemen. De heer Baudet. Ja, dit is echt kolder. De argumenten die ik net noemde tegen het dramatisch associatieverdrag... zijn directe argumenten tegen dat associatieverdrag. Dat zijn geen afgeleide argumenten, dat zijn geen er bij de haren bijgesleepte argumenten. Dat zijn argumenten tegen dat dramatische verdrag. Een van de allergrootste geopolitieke vergissingen in de geschiedenis van de Europese Unie... en in de geschiedenis van Nederland sinds het val van de Berlijnse muur. En daar is ook empirisch onderzoek naar gedaan, naar wat de Nederlandse kiezer daarvan vond. En het overgrote deel van de kiezer stemde tegen, omdat ze... Oekraïnse regering niet vertrouwde vanwege de corruptie daar. Heel terecht punt, want Oekraïne is een van de allercorruptste landen in de hele wereld. En een ander deel stemde tegen omdat ze ervan overtuigd waren, terecht, dat dit Oekraïne op de rand van lidmaatschap zou brengen. Beide punten zijn gewoon feitelijk correct. Dat zijn goede inhoudelijke argumenten om tegen het dramatische associatieverdrag met Oekraïne te zijn geweest. En het hele argument dat niemand dus wist waar hij voor stemde, is flauwekul. U wist waarschijnlijk niet waarvoor u stemde toen u dat stomzinnige verdrag goedkeurde. U heeft geen flauw idee wat er allemaal speelt. U weet niet wat de Europese Unie allemaal van plan is. U weet niet wat er in Oekraïne allemaal aan de gang is. Dat is wat u werkelijk zegt, maar hou de kiezer erbij. Ik geef voorzitter, reageren, natuurlijk... maar ik wil ook beroep op jullie doen om via de voorzitter te spreken. En niet Excuse. Elkaar met u, maar gewoon bij naam te noemen. Dat heeft u gedaan, dat heeft de heer Baudet ook gedaan. Maar daar moeten jullie echt mee stoppen. De heer Van der Molen. Ja, voorzitter, ik zag een nogal opgewonden heer Baudet hier achter de microfoon staan. Maar ik wil hem aanmoedigen, dat is zijn democratisch recht. Hier in deze Kamer gaan we met elkaar de discussie aan waarom we zaken wel en niet willen. U was ook blij dat mensen naar de stembus kwamen, voorzitter. De heer Baudet was ook blij dat de kiezers naar de stembus kwamen in grote getalen, met enorme opkomst, om ons een mandaat te geven om besluiten te nemen. En ik zie de heer Baudet daar... met enige regelmaat achter in die bankjes zitten. En dan denk ik, dat is toch geweldig. En dat is precies de democratie waarvoor ik vanavond ook weer opkom, voorzitter. De heer Van Raak. Ja, we hebben hem hoor. De kwade genius is gevonden. Het was de VVD. Maar het was vooral het CDA die hier D66 in het pak heeft genaaid. Wat zegt de heer Van der Molen? Die zegt dat het referendum is verschrikkelijk, want daarmee gaan politici hun problemen opdringen aan de mensen. Terwijl de werkelijkheid is dat vanuit de bevolking initiatieven worden genomen. Daar honderdduizenden handtekeningen voor nodig zijn. Dat miljoenen mensen nee zeggen, zich uitspreken uit overtuiging. En wat zegt het CDA, wat zegt de heer Van der Molen? Die miljoenen mensen, al die gewone mensen, die zijn gek, die zijn slecht, die laten zich voor het karretje spannen. Dit is precies het probleem. De heer Van der Molen is geen volksvertegenwoordiger. Die titel verdient hij niet. En ik vind het een schande dat op zo'n manier over het volk wordt gesproken. De heer Van der Molen is een gekozen volksvertegenwoordiger. Mag reageren. Dank u wel, voorzitter. Kijk, voorzitter, ik hoef helemaal me niet aangesproken te voelen door de woorden van de heer Van Raak. Want als iemand zich op deze manier achter de microfoon uitlaat, dan kan iedereen dat horen. En ik denk, voorzitter, dat heel veel mensen denken, nou, is dat nou de manier om met elkaar het debat over aan te gaan? Maar het punt wat de heer Van Raak zegt, voorzitter, is dat ik helemaal niet blij zou zijn met mensen die naar de stembus gaan. Ik vermijd dat.
Ik heb mij in het debat ook heel nadrukkelijk uitgelaten dat ik helemaal niet denk dat de kiezer te dom is voor een referendum. Dat geloof ik niet. Maar wat het CDA niet wil, is dat we een raadgevend referendum hebben waarin, ik zeg het ook maar gewoon, dat de Kamer zo in elkaar geknutseld heeft dat we er dus een advies hebben wat niet over hoeft te worden genomen, waar je debatten over moet hebben, waar je eigenlijk gewoon weer terug bij af bent, omdat de politici hier een spelletje kunnen doen met de uitspraak van de kiezer. Die uitspraak van de kiezer vind ik wel heel serieus en die neem ik ook serieus, maar ik vind het instrument absoluut niet deugen. En daarom is het een goede keus van dit kabinet om de intrekkingswet voor te leggen. En voorzitter, dan als het gaat om het in het pak naaien van D66, ook al heb ik bewondering voor het pak wat de heer Jetten draagt, want dat staat hem erg goed, maar D66 laat zich echt in de onderhandelingen niet in een pak naaien en is ook niet gedwongen door wat voor partij dan ook. Je maakt op een gegeven moment een afweging dat dit het pakket is op basis waarvan je wilt regeren. En dat hebben D66, VVD, CDA en ChristenUnie met elkaar afgesproken. En ja, het CDA is altijd tegen een raadplegend referendum geweest. En daarom sta ik hier ook niet te schutteren. Dit is gewoon de mening van het CDA. En dat is de reden dat wij het voorstel van het kabinet steunen. De heer Van Raak. Klopt, dat is de mening van het CDA. Dat klopt. Volksvertegenwoordigers van het CDA die zeggen wij zijn gekozen, wij gaan onze gang, wij gaan belangen dienen en laten ons daar niet in adviseren en laten ons daar al helemaal niet in corrigeren. Dat is een terechtvaardige opvatting, of tenminste, dat is een opvatting. En dat vind ik niet getuigen van een hele democratische instelling. Een volksvertegenwoordiger hoort zich te laten adviseren, hoort zich te laten corrigeren. De heer Van der Molen zegt dat doen we niet. Is helder. We zien waar dit plan vandaan komt. Uit de koker van het CDA, gesteund door de VVD. En ja, ik vind het toch wel heel erg tragisch dat deze minister dat hier straks allemaal moet gaan uitleggen. Voorzitter, ik denk dat de heer Van Raak in ieder geval mijn rol nog wel erg groot opvat. Ik heb nog na een jaar Kamerlidmaatschap nog enige bescheidenheid. Maar het is juist. Het CDA zoekt met name de versteviging van onze democratie niet zozeer in een raadplegend referendum, maar een voorstel wat ik ook in de eerste termijn heb gedaan, dat wij ook dit parlement moeten verstevigen door mensen veel directer ook vanuit de regio te kiezen, zodat het verband tussen de kiezer en de democratie sterker wordt gemaakt. Omdat je daarmee, naar onze opvatting, de representatieve democratie sterker maakt. En we willen ook dat je veel meer met mensen het debat kunt aangaan. Dat is ook iets wat wij als partij doen. We hebben nu gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Dat betekent voor het CDA dat duizenden vrijwilligers het land ingaan om in alle gemeenten, dat doet bijna geen partij ons na, dat doet geen enkele partij ons na, die discussie met de kiezer aan te gaan. Daar ben ik heel trots op. En ik geloof echt dat wij hier met democratisch mandaat zitten, ook om een keuze te maken die misschien niet goed klinkt, maar wel verstandig voor de democratie is, om van dat politieke speeltje wat het referendum is geworden, daar afscheid van te nemen. De heer Kozel. Voorzitter, dat klopt allemaal. Hè? Mooi, gemeenteraadsverkiezingen, feest voor de democratie, feest van de democratie. Mensen mogen naar de stembus om een oordeel te vellen over wie ze in het lokaal bestuur mag vertegenwoordigen. Toch vond ik net dat er grote woorden werden gebruikt door het CDA. Woorden als politieke spelletjes, woorden als kiezers die zich voor het karretje laten spannen van politieke partijen die voor een referendum zijn. En dan vraag ik me toch af, al die honderden duizenden mensen die handtekeningen zijn gaan zetten, al die miljoenen kiezers die gebruik hebben gemaakt van hun democratisch stemrecht, namelijk het gebruiken van een stem tijdens een referendum, vindt u de woorden die u net gebruikte niet minachtend tegenover de kiezer die gebruik wil maken van dat democratische recht? De heer Van der Molen. Voorzitter, dat vind ik niet omdat u mijn woorden verdraait. Ik heb helemaal geen kritiek op die kiezer. En ook niet op mensen die van dat democratisch recht gebruik maken. Ik denk dat dat gewoon hun goed recht is, omdat de wet hen dat heeft gegeven. Waar ik kritiek namens het CDA op heb, is dat dit een ondeugdelijk instrument is. Omdat mensen met alle goede bedoelingen en inzet en goed verdiept in het onderwerp naar de stembus gaan, om het hier vervolgens als advies neer te leggen waar de politiek mee aan de haal gaat. En dat kan echt niet de verwachting zijn die we willen inlossen als we pretenderen mensen reëel invloed te geven. Daar zijn wat het CDA betreft veel betere manieren voor te bedenken. En één goede stap in die richting is dat we niet meer doorgaan met het raadplegend referendum, voorzitter. De heer Kossel. Voorzitter, ik kan er nog een keer op doorgaan, maar deze houding getuigt echt van zo'n regenteskheid. Een regenteske houding van wij, van het CDA. Wij zijn altijd al tegen een raadgevend referendum geweest. Dus met andere woorden, wij zijn altijd
tegen de inspraak van de burger geweest op bepaalde bewuste momenten over afgebakende keuzes. En dat is niet meer van deze tijd. Dat is echt niet meer van deze tijd. Voorzitter, ik verbaas me erin. Ik hoor het in het debat ook een aantal keren dat het de elite was en zo. Kijk, er staat gewoon een simpele mbo'er uit Leeuwarden die blijkbaar binnen een jaar tot de elite is verheven. Ja, goed, dat is misschien maar carrière maken, maar zo voelt het in ieder geval niet. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Van der Molen. Dan ga ik nu naar mevrouw Van der Graaf namens de ChristenUnie. Dank u wel, mevrouw de voorzitter, voor het woord. Mevrouw de voorzitter, ik bedank allereerst de minister voor de beantwoording van de vragen die we hadden gesteld in de eerste termijn. En ik dank hierbij ook de Raad van State die op zo korte termijn een nadere toelichting op haar advies heeft gegeven. De Raad van State heeft daarin vandaag ook nog weer helder uiteengezet dat er ruimte is om deze wet uit te sluiten van een referendum en dat dit op een zuivere wijze een plek heeft gekregen in het wetsvoorstel. En het is goed dat die helderheid er nu is en volgens mij wordt dat ook niet meer betwist in dit debat. Ik sluit mij aan bij de vraag die door de collega's zijn gesteld over de openbaarmaking en of de bepalingen die daarover zijn opgenomen in de wet wel juist zijn opgevolgd. Daarop hoor ik graag de reactie van de minister. Voorzitter, ons parlementaire stelsel is open en toegankelijk voor nieuwkomers. Dat hebben we ook gezien bij de laatste verkiezingen. Een breed palet aan opvattingen en meningen wordt in deze Kamer vertegenwoordigd. Het is een stelsel waar we echt trots op mogen zijn. En voor de ChristenUnie is het raadgevend referendum nooit een goed instrument geweest binnen het stelsel van de representatieve democratie zoals we dat kennen. Het is een inbreuk op dat stelsel. Het leidt in de praktijk tot veel onduidelijkheid over wat er met het advies moet worden gedaan. En als er een nee is, dan moet er opnieuw een heroverweging plaatsvinden. En als de Kamers, de Tweede en de Eerste Kamer, dan opnieuw beslissen om het wetsvoorstel toch aan te nemen, dan heb je pas echt een grote kloof. Het is daarmee een recept voor teleurstellingen. En de fractie van de ChristenUnie kan dit voorstel dan ook steunen. Partijen zeggen nu het raadgevend referendum is een noodrem. Maar voorzitter, dat is het niet. Het referendum over de wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten zou eigenlijk een referendum zijn over het afschaffen van het referendum. Maar ook dat is het niet. Zie hoe ook partijen op dit moment zand in de ogen strooien van de kiezer en een onzuivere benadering van dit instrument naar voren brengen. Voorzitter, het onderstreept onze argumenten om tegen dit om daartegen te zijn. Maar voorzitter, met de afschaffing van dit instrument zijn we er niet. Voor de ChristenUnie is er echt een zoektocht die we met elkaar als politiek aan moeten gaan met de burger, hoe we de samenwerking tussen burgers en overheid beter vorm kunnen geven, kunnen versterken, om zo ook de democratie te kunnen versterken en de zeggenschap van de burgers te kunnen verbeteren. Want ook de ChristenUnie ziet dat in het stelsel dat we hebben niet alle burgers zich voldoende vertegenwoordigd voelen of in hun belangen goed vertegenwoordigd voelen. Wij zien daarom ook uit naar de voorstellen van de Staatscommissie Parlementair Stelsel, die dit vraagstuk ook echt als kern heeft benoemd. En voorzitter, ik ben echt blij in een land te leven waarin wij dit met elkaar kunnen benoemen en dat we daar werk van maken om zo de zeggenschap ook van de burgers te vergroten over wat in hun eigen omgeving gebeurt. Dank u wel. Dank. De heer Van Raak. Interessant, die commissie, of commissie Parlementair Stelsel. Een van de dingen die hij gaat onderzoeken is het referendum. Ja. Dat is interessant. Stel dat de commissie nou zegt, nou dat referendum dat is best een goed idee. Wat dan? Hebben we het net afgeschaft? De commissie doet onderzoek naar heel veel zaken. En de kern van waar ze een onderzoek naar doet is of onze representatieve democratie, waarbij ook niet iedereen zich even goed vertegenwoordigd voelt, wat we daaraan kunnen doen. Ze bekijkt daar een aantal zaken in. Ze kijkt ook naar de instrumenten die wij hebben. Ik zie ook uit naar de adviezen of de aanbevelingen waarmee de commissie uiteindelijk zal komen. En die zullen we dan ook op haar merites moeten beoordelen. De ChristenUnie heeft altijd betoogd dat ze in het stelsel van de representatieve democratie, zoals we dat kennen, dat daar een raadgevend referendum niet het juiste instrument is. Ik zie ook niet dat we daar anders over zullen gaan denken in de toekomst. De heer Van Raak. Nee, maar
Mevrouw de Graaf die wil het referendum afschaffen. En een van haar argumenten is van ja, we hebben toch zo'n mooie commissie. Die commissie is aan het nadenken over het referendum. Notabene, is het dan niet net even wat fatsoenlijker om even te wachten tot die commissie klaar is met haar advies over het referendum, voordat we het referendum met de ChristenUnie gaan afschaffen? Mevrouw van der Graaf. Ik heb zojuist betoogd dat de ChristenUnie nooit voorstander is geweest van het instrument van een raadgevend referendum. In onze ogen had het er nooit moeten komen. En we hebben ook gezien waar het toe leidt. Eerder een vergroting van de kloof met de tussen burger en politiek, dan dat die kloof verkleint. Ik zie niet in waarom de ChristenUnie op dat standpunt later nog terug zou moeten komen. Dank u wel, mevrouw van der Graaf. Dan geef ik nu het woord aan de heer Kuzu namens DENK. Voorzitter, een appel aan iedere Nederlander die ongerust is over de ernstige devaluatie van onze democratie. Zo luidde in 1966 het appel bij het initiatief tot de oprichting van D66. Iedere burger die ongerust was over de ernstige devaluatie kon bij D66 terecht. En je moest er 1 florijn, 1 gulden voor betalen. En als ik in die tijd had geleefd, had ik er ook wel 1 gulden voor over. Maar voorzitter, 50 jaar later, nu is het precies andersom. Nu moeten burgers zich juist afwenden van D66 als ze zich zorgen maken over de devaluatie van onze democratie. Want D66 zorgt nu zelf voor de devaluatie van de democratie. D66 schaft het referendum af waar ze decennia lang voor hebben gestreden. Voorzitter, er gebeuren inderdaad treurige dingen in ons land. Het intrekken van het referendum is daar een perfect voorbeeld van. D66 gaat de strijd om het intrekken van het referendum dan misschien wel winnen, maar D66 heeft wel het volk verloren. Tussen de 70% en 80% van de Nederlanders zijn voorstander van het referendum, zegt het CBS. Een overweldigende meerderheid. Een meerderheid waar de regering respectvol mee om zou moeten gaan. Maar dat gebeurt helaas niet. De regering gedraagt zich arrogant en regentesk. De regering zegt eigenlijk, wij trekken ons helemaal niets aan van jullie mening. Wij pakken het referendum lekker af. Wij willen dat jullie zo weinig mogelijk invloed hebben. Zelfs een referendum over het referendum weigert de regering te houden. En dat is een opgestoken vinger naar het volk. En ik bedoel dan niet de wijsvinger. Voorzitter, maar zelfs als er een referendum zou worden gehouden, dan zou de regering de uitslag daarvan naast zich neerleggen. Dat deed Rutte al toen het ging over het associatieverdrag met de Oekraïne. De regering maakt dan van zo'n nee gewoon een ja. Dat is waarschijnlijk democratie volgens dit kabinet. Voorzitter, wij vinden terecht dat heel veel kritiek naar D66 gaat. Maar we moeten niet vergeten dat D66 alleen staat waar het gaat om het afpakken van het referendum. D66 is niet de enige democratische dief. Ook de VVD pakt de burgers het referendum af. Ook het CDA doet dat. Ook de ChristenUnie doet dat. Voorzitter, dat is democratische diefstal. Voorzitter, ik heb dan eigenlijk ook een heleboel vragen, maar er zijn een aantal moties ingediend, onder andere door de heer Krol. Dat gaat over evaluatiecommissie parlementair stelsel. Daar zijn voldoende punten over gemaakt. Wij zullen ons in ieder geval als DENK achter die motie scharen. Eveneens de amendementen die zijn ingediend door de heer Bisschop en mevrouw Uzetok. Daar staat ook onze naam onder. Voorzitter, ik sluit af met het volgende. In 1917 en 1919 is in 2 stappen het algemeen kiesrecht ingevoerd. En in 2018, ruim 100 jaar later, wordt het raadgevend referendum afgeschaft door deze centrumrechtse coalitie. Daarmee is de klok teruggedraaid. Dank u wel. Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan de heer Bordet namens Forum voor Democratie.
Aisha. Hier. Gulden. Daar zit ze. Dat is de minister. De sluipmoordenaar van de democratie. Kajsa Ollongren, de D66-demoniseringsminister, de censuurtsarina. Degene die namens het kabinet Rutte onze vrije samenleving wil ondermijnen. Degene die Forum voor Democratie een bedreiging noemde voor de democratische rechtsstaat. En die zei dat wij strafbare feiten willen plegen. Zij. Ze is zelf de grootste bedreiging voor de democratische rechtsstaat. En het is alsof ze ons ook nog allemaal arrogant in het gezicht uitlacht, terwijl ze de democratische rechten van de Nederlanders om zeep helpt, nu ze daarbij de zorgvuldige Nederlandse wetgevingsprocessen vertrapt, negeert en aan haar hoge laarzen lapt. Meneer Boudet, we hebben vorige keer bij de eerste termijn afgesproken dat we de minister als minister aanspreken omdat zij in vacatie zit namens de kroon en niet als persoon en ook niet als een D66'er. En ik zou willen dat u dat respecteert. Dus spreek de minister als minister aan en geen persoonlijke kwalificaties. Daar zit ze, de minister. Meneer Boudet. Ik spreek haar toch aan als minister? Daar zit de minister. Gaat u verder. Klinkt bijna poëtisch. Daar zit de minister die de Nederlandse bevolking buitenspel zet. En waar is Alexander Pechtold vanavond? Waar is Alexander Pechtold terwijl D66 de kroonjuwelen van de eigen partij ten grave draagt? Waar haalt D66 dit soort bedweterige backbenchers vandaan die dit soort klusjes moeten oplossen? Welk penthouse is hem beloofd voor de kastanjes die hij vanavond uit het vuur haalt? Hier in de Kamer, hier in het parlement, behoren 90 van de 150 zetels, een ruime meerderheid, een overweldigende meerderheid, toe aan partijen die in hun verkiezingsprogramma beloofd hebben voorstander te zijn van het referendum. Dit is waar de Nederlandse kiezers dus voor hebben gekozen op 15 maart. Voor die verkiezingsprogramma's waarin dat referendum werd verdedigd. Ook geeft een overweldigende meerderheid van de bevolking in alle opiniepeilingen aan voorstander te zijn van het referendum. En toch weet een coalitie van 76 zetels door een compromis de wil van de bevolking de grond in te trappen. Hier is de representatieve democratie dus niet representatief meer. Partijbelangen gaan boven de wil van de bevolking. Hier functioneert het systeem niet meer. Hier gaat iets fundamenteel mis. En dan de wijze waarop deze intrekkingswet er doorheen wordt gejast. In haar manische haast om de bevolking monddood te maken, gooide de minister alle vormen van zorgvuldigheid overboord en werden de vereisten zoals gesteld in artikel 26 lid 2 van de Wet op de Raad van State compleet terzijde geschoven. Bizar. Maar het meest absurde is nog wel dat de minister denkt dat het gebruik maken van terugwerkende kracht in de intrekkingswet een soort tijdmachine is, waarmee je de wet raadgevend referendum al bij de bekrachtiging via een handtekening van de koning buiten werking kunt stellen, nog voordat de intrekkingswet überhaupt in het Staatsblad is gepubliceerd en nog voordat die intrekkingswet dus in werking is getreden. Volgens de minister kan de intrekkingswet met terugwerkende kracht in werking treden op het moment van bekrachtiging door het staatshoofd. Nogmaals, dat is dus voordat de intrekkingswet überhaupt in werking is getreden. En dat kan niet. Een wet kan geen effect hebben als die nog niet in werking is getreden. Wat Ollongren hier doet, is te illustreren met een voorbeeld. Stel, de Kamer neemt een wet aan om de maximumsnelheid van 100 km per uur terug te brengen naar 80 km per uur. Nog voordat deze wet officieel in werking is getreden door publicatie in het Staatsblad, geldt de nieuwe wet al. En oh ja,
ook nog met terugwerkende kracht. Iedereen die sinds 1 januari vorig jaar harder dan 80 kilometer reed, krijgt met terugwerkende kracht ook nog even een snelheidsboete. Voorzitter, het mogen duidelijk zijn dat dit echt niet kan. Dat dit in strijd is met alle beginselen van behoorlijk bestuur, met alle beginselen van rechtszekerheid, met alle democratische en rechtsstatelijke waarborgen. Dit is onacceptabel in een vrije samenleving. Het is onrechtsstatelijk. Het is fundamenteel onverenigbaar met alle principes die wij hier al 200 jaar onderkennen en die de basis vormen van onze rechtsstaat. Minister Ollongren heeft niet alleen politiek, volstrekt abjecte standpunten. Waanideeën over standpunten die wij als Forum voor Democratie zouden willen. En andere hele enge ideeën over internetcensuur. Ze is ook een bedreiging voor de democratische rechtsstaat. Daarom zie ik me genoodzaakt vanavond een motie van wantrouwen in te dienen. Deze minister moet weg. Deze minister kan niet aanblijven. Iemand die de oppositie als minister van Binnenlandse Zaken, in haar hoedanigheid als minister van Binnenlandse Zaken, demoniseert. Die censuur wil invoeren op het internet en die nu het referendum de nek om wil draaien, is een gevaar voor Nederland en een gevaar voor de democratie. De Kamer gehoort de beraadslaging. Overwegende dat de minister alle vereisten van zorgvuldige wetgeving heeft geschonden bij haar overhaaste pogingen de wet raadgevend referendum in te trekken, zegt het vertrouwen in de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op en gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval, dan maakt ze deel uit van de beraadslaging. Dank u wel. Dan ga ik nu naar mevrouw Arissen als laatste spreker namens de Partij voor de Dieren. Voorzitter, dank u wel. Dit is deel 2 van het naargeestige debat, waarin deze minister om de raad, de wet op het raadgevend referendum met ongekende spoed en beschamende onzorgvuldigheid ten grave wil dragen. Voorzitter, wat voor vertrouwen moet de burger nog in de politiek hebben als zelfs de oorspronkelijke indieners van de initiatiefwet tijdens de eerste termijn van dit debat vanaf de tribune of via Twitter moesten laten horen dat ze absoluut niet te vinden zijn in de afschaffing van wat eens echte democratische vernieuwing was. Een raadgevend referendum, eens het kroonjuweel van D66. Nu met stoom en kokend water door deze Kamer gejaagd. Omdat het ontvangen van de raad van de burgers niet gebracht heeft wat ervan verwacht werd. En dan hebben we het maar één keertje geprobeerd bij het Oekraïne-referendum. Of twee keer als het referendum over de Europese grondwet meegerekend wordt. Er is alle reden tot verdriet als de directe democratie met een rammelende intrekkingswet van tafel wordt geveegd. Alle grote woorden van democratische vernieuwing ten spijt. Het algemeen overleg democratische vernieuwing dat voor aanstaande woensdag op de agenda stond is maar alvast uitgesteld. Ja, want wat valt er nog te zeggen? De minister kan toch niet met droge ogen haar visie op de democratische vernieuwing uiteen gaan zetten als hij zojuist het instrument voor werkelijke democratische vernieuwing heeft vernietigd. Voor democratische achteruitgang heeft gezorgd. Ja, voorzitter, even voordat er een beeld ontstaat dat het kabinet een AO kan uitstellen. We gaan als Kamer zelf over onze agenda. Is mevrouw Aris op de hoogte dat we als Kamer zelf dat AO een paar weken naar achter hebben verplaatst, omdat we als Kamer zelf een rondetafel organiseren over hoe we onder andere op lokaal niveau de democratie verder kunnen versterken? En een AO is gewoon een debat in commissieverband. Ja, mevrouw Arissen. Ja, het is erg jammer dat D66 nu zegt van nou, we hebben dat naar achteren geschoven. Terwijl zij alle commissies en alle rapporten over democratische vernieuwing die nog zouden moeten komen, eveneens van tafel veegt, niet relevant acht voor dit debat en daar ook niet op wenst te wachten. Dus ik weet niet wat de heer Jetten hier probeert te zeggen, maar aan democratische vernieuwing doet D66 pertinent niet. Voorzitter, er werd net gesuggereerd alsof we hier bewust commissievergaderingen over democratische vernieuwing naar achter aan het schuiven zijn. Maar dat doen we dus juist, dat heeft mevrouw Aris bevestigd, omdat de Kamer ook het initiatief heeft genomen om daar een ronde tafel over te organiseren. Dat is fijn. Gaat u verder. Waarvan akte.
Voorzitter, de Raad van State benadrukt dat het weliswaar juridisch mogelijk is om de intrekkingswet zelf niet referendabel te laten zijn. Echter, de Raad van State geeft nu nogmaals te kennen dat de eerder aan haar voorgelegde motivering om de intrekkingswet zelf uit te sluiten van de mogelijkheid tot referendum nog ontoereikend is. Pagina 3, tweede alinea, voorzitter, ik citeer. Het is nu aan de wetgever om te beoordelen of de motivering die thans in de toelichting is gegeven toereikend is. De wetgever, dat is dus de regering en de leden van de Eerste en Tweede Kamer gezamenlijk. Met andere woorden, of het wenselijk is dat er over deze intrekking van het raadgevend referendum zelf geen referendum gehouden kan worden, is een politieke keuze, geen juridische keuze, zo stelt de Raad van State. Of de regering vanavond bij monden van de minister dat goed onderbouwt, is dus ter beoordeling aan ons Kamerleden. De Raad van State weet dat de juridische terugwerkende kracht een zeer zwaar juridisch middel is, waarvan slechts in zeer uitzonderlijke gevallen gebruik gemaakt mag worden. Maar niets wordt daarover gezegd, voorzitter. Niet in het advies en niet in de nagekomen toelichting van de Raad van State. De Partij voor de Dieren is van harte van mening dat het oneerlijk is om gedurende de wedstrijd de spelregels te veranderen. Wij hebben daarom het amendement van GroenLinks en van de SGP mede ondertekend, waarbij niet alleen de intrekking zelf referendabel wordt, maar ook de terugwerkende kracht wordt doorbroken. Fatsoenlijk overgangsrecht, dat vragen wij, voorzitter. Eveneens wordt er niets gezegd over het niet publiceren in de Staatscourant. Wat wettelijk verplicht is gesteld om burgers de optimale gelegenheid te bieden om kennis te nemen van wetsvoorstellen. Uit het oogpunt van rechtszekerheid. Dat het niet gepubliceerd is, schijnt een foutje geweest te zijn. Eén waar de wetgever geen sanctie aan verbonden heeft, maar waar de Kamer wel een sanctie aan kan verbinden. De minister handelt namelijk in strijd met een wettelijke verplichting. Daarom heeft de Partij voor de Dieren de motie van 50PLUS mede ingediend, die verzoekt dit broddenwerk van een wetsvoorstel in te trekken en opnieuw op juridisch zorgvuldige wijze alle wettelijke procedures te doorlopen. Want voorzitter, hoe schokkend is het om een democratisch instrument als het raadgevend referendum met spoed in te trekken, het niet referendabel te verklaren, dit ook naar oordeel van de Raad van State onvoldoende te motiveren en tot overmaat van ramp en als uiting van totale minachting van de burgers van Nederland ook nog eens te verzuimen om dit alles fatsoenlijk aan de burgers zichtbaar te maken door publicatie in de Staatscourant. Het is één groot tranendal, voorzitter. Het is een blamage voor de democratie en een vuistslag in het gezicht van de betrokken burger die deze volksvertegenwoordiging zou moeten vertegenwoordigen. Voorzitter, dit is een gitzwart debat. Dank u wel. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de tweede termijn van de kant van de Kamer. Ik schors de vergadering voor 15.